Vlaanderen, je moet niet generaliseren. 5 jaar geleden deden ze niet anders natuurlijk. Vlaanderen, het kwade. Nu, je moet niet generaliseren. Er is ook een oppositie in Vlaanderen. Ze zijn niet allemaal slecht. Er wordt veel gesust, er wordt veel gecorrigeerd en men corrigeert zijn eigen stereotypen. Bijvoorbeeld, een van de stereotypen die men corrigeert is dat de Vlaamse volksbeweging niet slecht is, dat dat een heel serieuze beweging is. Men zegt dat zelf, RTBF, en men zegt dat bij monden van vroegere voorzitters. Men laat het bevestigen door historici, maar weg met die stereotypen. Eigenaardig. Er was in het najaar die rel, zeg maar, rond Jan Bon en Theo Franken. En wat doet men? Vreemd, 5 jaar geleden zou het niet waar zijn. Men nodigt Jan Bon uit, in alle rust, gedocumenteerd, kan hij uitleggen wat hij bedoelde met collaborateurs hadden hun redenen. Niet bijzonder vijandig, rustig. Hier in deze uitzending moet u eens goed letten op de titel. Ik heb die titel niet verzonnen. Hè. Dat is de titel van dat stukje televisie. L'État de la Wallonie. In al zijn glorie, Paul Magnet, geflankeerd door FGTB. Iemand van FGTB. En wat zegt hij? Wallonië moet op termijn zelfstandig kunnen zijn. De rode draad is voor zichzelf zorgen, niet afhankelijk zijn. Tegenover hem zit natuurlijk, naast hem zit iemand van FGTB, tegenover hem zit iemand van MR. Er wordt dikwijls, maar echt verschillende keren, ik verbaas mij daarover, er wordt verschillende keren gezegd, een federale regering zonder de PS is al een staatshervorming op zich. Ze zeggen het zo dikwijls, en zonder de bron, Bart Wever, te vermelden, dat het is alsof dat ze het zelf uitgevonden hebben. Dus een federale regering zonder PS is al een staatshervorming op zich. Een federale regering met de MR en zonder de PS is al een media-hervorming op zich. Want in elke discussie zit daar natuurlijk iemand van de MR bij die aanspoort op niet te veel slecht te zeggen van deze regering. Dus bij uitbreiding geen slecht te zeggen van Vlaanderen, waar ze zo sterk mee samenwerken. En dus het is al een media-hervorming op zich. Maar daar zitten daartussen twee heel eigenaardige gasten. Deze twee, die de inleiding van Mise au Point, Revue et Corrigé, presenteren, wat een soort cabaretiers zijn. En die zijn na 3 maanden ook vervangen door serieuze mensen, als ik het zo mag zeggen. Maar ze zitten daar ook om olijk te zijn. En wat doen ze? Alle stereotypen, alle verschrikkelijkheden van 5 jaar geleden omzetten in grappen. En zij, wat niet meer de journalisten zijn, zij mogen dat blijkbaar nog wel. Of ze hebben het in feite toch wel 3 maanden gemogen. Ze zijn heel sterk op Parijs georiënteerd. Je zou denken dat Wallonië een annex is van Frankrijk. En elk grapje dat ze maar enigszins kunnen Vlaanderen besmeuren met de stereotypen van 5 jaar geleden, doen ze dat. Bijvoorbeeld, als er protesten zijn in Vlaanderen, dan zeggen ze, ja, Vlaanderen, daar zijn ze toch germanofiel, dus ze kunnen toch wat stoerder in opstand komen dan dit. Of als ze iets willen zeggen van een medewerker van Bart de Wever, dan zeggen ze, ah ja, des collaborateurs, ah ja, hè. We weten wat dat betekent. Maar het gaat dan om medewerkers. Dus dat soort grapje voortdurend
maar een beetje losgemaakt van de journalistiek. En aan deze meneer, dat vind ik wel grappig, die heb ik er daarom tussen gestoken. Tot mijn grote verbazing is Olivier Marois verkozen voor de MR. En Marois, die is 10 jaar lang of langer, van 2003 tot 2014, presentator van Mise au Point geweest. Vorig seizoen, dus aan de verkiezingen, is hij op de lijsten van de MR gaan staan. Hij is verkozen, maar hij zit in het Waals parlement. Dat betekent dat hij in de oppositie zit. Hè? En hij is de enige die in al de uitzendingen die ik gezien heb over transfers praat. Dus hij zit in de oppositie, deelt niet in de Waalse socialistische koek. En zegt daar in een opgenomen flash: als ze binnen 10 jaar op eigen benen willen staan, dan zouden ze beter een beetje opschieten, want het gaat hier niet vooruit met die Waalse regering. En er komt op deze manier niks van. Maar hij noemt dus wel de transfers. Samengevat, het financieel, economisch gaat het niet over transfers. Ze spreken over de financiële kwesties, over pensioenen, over werkloosheid. En gaat dat over mij? Oké. Ik had net gezegd dat ik aan het afronden was. Ik had net gezegd dat ik aan het afronden was. Maar het gaat wel veel over solidariteit in verband met de klassenstrijd. Dus de solidariteit in verband met de transfers en Vlaanderen dooft uit in deze gesprekken. Maar hij is natuurlijk heftig opgelaaid in verband met de klassenstrijd. De desolidarisering ten opzichte van Vlamingen is absoluut gedaald. Er is een sussende redelijkheid, maar men is nog wel terughoudend. Er is een groot gevaar, namelijk 2019. En wat mij verbaasd heeft, is dat dat zij-wij-discours, dat 5 jaar geleden zo hatelijk was, nu is die haat wel weg, maar die zij-wij is er nog wel. Ze vergelijken bij alles wat ze maar enigszins kunnen met Vlaanderen, wat eigenlijk in de zevende dag en in de Nederlandstalige programma's niet gebeurt. Maar in het algemeen is het alsof dat ze bij het begin van de nieuwe regering een soort checklist hebben opgemaakt van wat te doen en wat niet te doen. Vlaanderen niet langer als één blok beschouwen. Franstaligen zijn ook niet één blok, want daar is altijd die arme Ducarme die moet komen zeggen dat in Franstalig België ook verschillende stemmen zijn. Staatshervorming en mediahervorming, ik heb het al gezegd, verzelfstandiging. En in verband met solidariteit, nu over klassenstrijd, vroeger over het communautaire, doet men eigenlijk in het algemeen op televisie hetzelfde nu ten opzichte van vluchtelingen. Als je niet voor die vluchtelingen bent, wat het ook mogen betekenen, hè, heel breed, dan ben je niet solidair, dan word je als kwaadaardig weggezet. Mijn aanbeveling tot slot: laat in de discussie over transfers het begrip solidariteit vallen. Wij doen het ook hier in die tekst van Bart Wever van 2010, oktober 2010, dat voorstel dat die Roepo zo wegwuifde onmiddellijk, daar staat 30 keer het woord solidariteit in. Solidariteitsmechanisme, ik weet het staat in de wet, maar het is geen financieringsmechanisme, het is een verketteringsmechanisme dat niet thuis hoort in een economisch discours. Je moet de goede vragen stellen bij solidariteit, de vragen die ik heb opgenoemd. En je moet dus vooral zeggen, hoe lang nog? Nu, daar krijgen we vandaag een antwoord op, het is de titel van dit colloquium. Maar je kan ook zeggen,
bedoel, dat is een beetje cynisch bedoeld natuurlijk. Ik kan ook zeggen, waarom? Waarom geen solidariteit met IJsland of met als El Salvador of met Ierland? Of, ik kan ook zeggen, waarom betalen wij elk jaar 2,5 keer de opbrengst van het Nederlandse gas, het equivalent daarvan, aan Wallonië? Misschien krijgen we in de rest van het colloquium het antwoord daarop. Ik dank. Dankjewel, professor. Ik was in mijn jeugdig enthousiasme vergeten u te waarschuwen voor de onverbiddelijke klok van Erik. Het is een grapje uit zijn studententijd dat hij hanteerde in de aula destijds. En wat ons hier ook van toepassing komt, want dat houdt ons alle binnen de tijd. Dankjewel, u bent binnen de tijd gebleven. Ons volgende referaat, goede vrienden, willen we laten handelen over die solidariteit met een interessante visie, of vanuit een interessante visie, vanuit een interessante specialiteit, laten we het zo omschrijven. We laten zo meteen professor Dr. Herman Matthijs aan het woord, studeerde aanvankelijk geneeskunde, zelfs neurochirurgie, en kwam uiteindelijk tot expert in openbare financiën. Hoe je dat samenrijmt, is al een hele kunst op zich, maar we lezen stukken van hem wekelijks in talrijke magazines waar hij wel zijn expertise tentoonspreidt. Man is lid van de Hoge Raad van Financiën, dus we kunnen misschien wel interessante dingen opsteken, denk ik zo, als het gaat over solidariteit en hoe we dat in de financiën vertalen. Professor Dr. Herman Matthijs, graag aan u het woord. Voorzitter, dames en heren. Het is mij gevraagd om te komen spreken verder over de budgetaire financiële stuk van de staatshervormingen in dit land, wat verder in mijn cursus openbare financiën onder het hoofdstuk staat bijzonder financieringswet, wat verder ook het buisstuk is van de cursus, want er zijn niet al te veel mensen die daar nog iets van begrijpen. En om het maar te zeggen, de zesde staatshervorming heeft er niet eenvoudiger op gemaakt. Zoals ik op de slides heb gezet, het is nog ingewikkelder geworden dan vroeger. Het is eigenlijk ook het resultaat dat het al heel ingewikkeld was en dat men eigenlijk ook weinig of geen inspanningen heeft gedaan om het eenvoudiger te maken. Is de zesde staatshervorming in het stuk van de bijzonder financieringswet een Copernicaanse revolutie geweest? Ja, het antwoord is simpel nee. Het is ook een staatshervorming die vrij traditioneel is gebleven met zeer veel heterogene pakketten. Dat zie je zowel in de financiering, maar ook in de bevoegdheidspakketten. Typisch Belgisch en heterogene pakketten hebben per definitie het nadeel 1. Dat ze beleidsmatig heel moeilijk te besturen zijn, want alle mogelijke bestuursniveaus houden zich mee bezig. En per definitie zijn ze dan ook budgetair veel duurder. Dan moest je homogene pakketten hebben, zoals in andere landen het geval is. Ik ga straks even terugkomen op de Vlaamse begroting. Die is wel gestegen in deze zesde staatshervorming via de financieringswet. Nu 38 miljard, daar is wel grosso modo 10 miljard bijgekomen. De basis van de financieringswet blijven dotaties. Dotaties die velk grotendeels komen velk van twee fiscale bronnen in dit land, de personenbelasting en de BTW. Daar is het ook bij gebleven. Men heeft bijvoorbeeld geen vennootschapsbelasting erbij genomen, niet de parafiscaliteit, het is de personenbelasting en de BTW gebleven. Het is ook een vrij traditionele staatshervorming geweest, historisch bekeken. De staatshervormingen in dit land zijn altijd hervormingen geweest van de Vlaamse eis voor meer bevoegdheden, waar de Franstaligen nooit zo echt voor gevonden zijn geweest. Maar in ruil hebben wij ze een garantie gekregen, de Franstaligen, dat ze zeker waren van een ontvangsten via dotaties. Want in een federaal land of een confederaal land, wat het ook mogen wezen, je ziet dat wereldwijd, de armere deelstaten gaan altijd voor dotaties, dan zijn ze zeker van hun inkomsten. De rijken gaan altijd voor eigen fiscaliteit. Dat fenomeen zie je ook in dit land. We zijn ook een land dat nogal wat opvalt door het feit dat wij twee soorten deelstaten hebben. Namelijk, we hebben gemeenschappen en gewesten. En je vindt dat velk wereldwijd niet zoveel terug, dat er namelijk meerdere soorten van deelstaten zijn.
Maar dat is vooral omdat wij één Duitsstalig gebied hebben waar men nooit is uitgekomen, waarom die vaak ook niet de gewestbevoegdheden krijgen. En twee, vooral de problematiek waar nooit niemand uit geraakt, Brussel. Waar nota bene ook langs Vlaamse zijden niet al te veel visie over bestaat wat er verder met Brussel moet gebeuren. Maar daar is men het nooit over eens geraakt in de heel lange rit, nu al de zesde staatshervorming. De bijzondere financieringswet gaat alleen over de twee grote gemeenschappen en drie gewesten die ik even kort ga overlopen als ik mag, voorzitter. De Duitsstalige gemeenschap zit een gewone wet. Dat is de wet van december 1983. Die laat ik hier buiten beschouwing. Een gewone wet is ook met een gewone meerderheid te wijzigen. Een bijzondere wet niet. Dus een bijzondere wet gaat eigenlijk alleen maar over de twee grote gemeenschappen, de Vlaamse en de Franse. Die hun geld halen uit de zogenaamde gedeelde belasting. Dat zijn namelijk stukken krijgen van de BTW en de personenbelasting. Dat is gebleven, ook in deze staatshervorming. Bovendien zijn er dan ook een aantal blijvers in de staatshervorming qua financiering van de twee grote gemeenschappen. Moest u het nog niet weten, voorzitter, dames en heren, als u elk weekend speelt op de lotto, dan financiert u de bijzondere financieringswet. Want een deel van de winst van de lotto wordt namelijk gebruikt om de drie gemeenschappen te financieren. Het zijn niet de grote bedragen, maar toch, dat blijft er allemaal maar in staan. Ik heb er eens wereldwijd een onderzoek naar gedaan. Dit is het enige land waar dat gebeurt. Ik heb geen enkel land in de wereld teruggevonden waar de loterijen worden gebruikt voor de financiering van een staatshervorming. Merkwaardig genoeg staat er ook nog altijd een plantentuin van Meissen in, hoewel die ondertussen is overgeheveld naar Vlaanderen, maar toch blijft dat een vorm van speciale dotatie. Ook buitenlandse universitaire studenten worden nog altijd speciaal gefinancierd. Waarom dan niet buitenlandse universitaire studenten niet worden gefinancierd, heeft nooit iemand mij uitgelegd gekregen, maar dat blijft daarin staan. Ik heb er wel de les uitgetrokken, voorzitter. Ene keer als een dotatie in de bijzondere financieringswet geraakt, die geraakt dan nooit meer uit. En dan zijn er in de zesde staatshervorming heel veel nieuwe dotaties. Men gaat dan niet een systeem invoeren dat er één globale dotatie is. Nee, voor alle soorten bevoegdheden komen er aparte dotaties met aparte berekeningen. De kinderbijslagen is hier al een paar keer genoemd. Dat zal eigenlijk het grootste pakket worden. Dat blijft eigenlijk een federaal systeem, maar je krijgt een enveloppe, wordt het overgeheveld. Dat wordt jaarlijks berekend op het aantal mensen, kinderen, dat je hebt tussen 0 en 18 jaar. In een deelstaat, waar Brussel ook apart meetelt, via de GGC, die nu heel belangrijk wordt trouwens. Bizar genoeg tot 18 jaar, want in feite kun je in dit land kinderbijslag krijgen tot 25 jaar. Maar van 18 tot 25 worden dan wel niet meegeteld. Ouderenzorg, daar is de parameter iedereen boven de 80. Volksgezondheid, een aparte dotatie, meer bepaald. Stukken van volksgezondheid die zijn overgegaan. Ziekenhuizen en de justitiehuizen. Dus allemaal aparte soorten dotaties. Dan komen we bij de drie gewesten. Die zitten alle drie wel in de bijzondere financieringswet. Die hebben sinds 1989 een aantal eigen fiscale middelen. Onder andere milieutaksen, jachtvergunningen, visverloven, dergelijke zaken. Die zijn er altijd ingebleven. De gewestelijke taksen, dat is een gekende lijst van de verkeersbelasting, onroerende voorheffing, successierechten, erfenisrechten. Die is ook gebleven, die zit er ook al ettelijke jaren in. En daarnaast krijgen de drie gewesten ook feitelijk een aanvullende belasting, maar dat gaat alleen over de personenbelasting. De BTW geldt alleen voor de gemeenschappen, dus de gewesten een deel van de personenbelasting waar ze een autonomie in gekregen hebben, maar die stond er feitelijk al in. Het is feitelijk van een light- en maxi-versie geworden. Feitelijk is het zo, om het wat heel simpel proberen uit te leggen, dat de belastingtarieven federaal blijven, 25, 30, 35, 40. In het kader van de taxshift gaat de federale regering nu besluiten om de belastingschijf van 30% eruit te gooien. Maar u kunt tussen uw tarieven wel feitelijk op- en afcentiemen gaan heffen bij de gewesten. Waarbij je feitelijk inderdaad belastingsverminderingen zou kunnen krijgen. Daar heeft ooit feitelijk een voorbeeld van bestaan. In een Vlaamse regering voor 2009, in de periode 2004-2009. Als je nog herinnert, dan kregen de werkende mensen die in Vlaanderen woonden in de maand februari extra geld bij. Bij de regeringsformatie 2009 hebben ze dat afgeschaft te willen van de budgetaire besparingen. En want dat kostte toen 720 miljoen euro per jaar. Dat is toen afgeschaft. Dus mijn vraag is natuurlijk wel, als je ooit de light versie hebt afgeschaft omdat ze te duur was, ja, dan gaat dat zeker nu in de maxi-versie invoeren, hè, want wetende dat de Vlaamse regering voor de tweede jaar op rij terug met een tekort presenteert op haar begroting. Voor de rest staan nog de werkstellingsprojecten in. Maar dan kom ik aan de nationale solidariteit. Dan vind je overal terug dat er eigenlijk een solidariteit bestaat
van de rijken naar de armen. En dat wordt eigenlijk in dit land berekend of eigenlijk de fiscale capaciteit per hoofd van de personenbelasting. Dat is wel interessant om die evolutie eens te zien in de periode dat het eigenlijk gestart is, begin van de jaren 90 tot vandaag de dag. Dan zie je dat Vlaanderen altijd positief heeft gezeten. Dat is ook licht gegroeid. Dus Vlaanderen heeft daar nooit niks van gekregen, want je kunt er alleen maar geld uit krijgen als je negatief staat. Zo simpel is het. Wallonië ga ik dan eerst nemen, die hebben altijd negatief gestaan. Maar die zijn ook niet verder gezakt. Die zijn nooit dieper geweest dan nu, maar die zijn van de laatste jaren wat terug aan het stijgen. We hebben ook een systeem, als je erboven staat met positief, krijg je niks, uiteraard. Maar als je onder staat, of je nu min 5 staat of min 25, met min 25 krijg je uiteraard nog meer dan min 5. Dus hoe dieper dat je zakt, krijg je meer geld. Begin je terug te stijgen, krijg je minder. Bizar genoeg. Maar dan is er Brussel, en dat is wel het merkwaardige. Brussel is feitelijk gestart in een betere situatie dan Vlaanderen, maar is dan feitelijk al voor de eeuwwisseling negatief geraakt en is nu zelfs onder Wallonië gezakt. En dat is feitelijk het grootste zorgenkind, Brussel. Want men heeft er natuurlijk in origine niet aan gedacht dat men in een situatie zou belanden dat er 2 van de 3 geld ging krijgen uit dat systeem. Men dacht, het gaat het ene zijn, voor eeuwig en altijd. En dat is natuurlijk wel een probleem, vooral omdat in Brussel ook de demografische situatie heel slecht is gezien het feit dat die bevolking zo snel stijgt en daar zeker geen tewerkstelling tegenover staat. Dus de nationale solidariteit, bijvoorbeeld om je een vergelijking te geven met de Bondsrepubliek in Duitsland. In Duitsland werkt het systeem heel anders. In Duitsland moeten de rijkere deelstaten maar betalen tot een percentage tot 110%, dus de 10% dat boven het gemiddelde zit. Komt jij bijvoorbeeld uit zoals deelstaten, zoals Baden-Württemberg en Bayern en Hessen, die boven de 110 zitten, dan moet je dat stuk boven de 110 niet extra financieren voor de solidariteit. Maar het omgekeerde geldt ook in Duitsland. Als je krijgt maar geld tussen 100 en min 90. Zag je onder de 90, krijg je geen extra geld voorbij. Maar bij ons is dat niet gedaan. Daar is nu wel in de financieringswet wel afgesproken. Op zichzelf is dat wel relatief historisch, bij wijze van spreken, dat men maar 80% van het bedrag niet meer krijgt in plaats van vroeger de volle pot van 100. Maar desalniettemin zijn er 2 van de 3 deelstaten die permanent feitelijk daar geld uit krijgen. Dan komen we naar de Vlaamse begroting 2015, cijfers al wat afgerond, 38 miljard heb ik al gezegd, voorzitter, waarvan dat overgrote deel die dotaties zijn, dus dotaties, gemeenschappen die veel meer geld zijn dan gewesten. Als je die optelt, zit je dan feitelijk al over de 31 miljard. Dus dan zie je dat feitelijk ook in ons systeem, die dotaties doorslaggevend zijn in financiering. Het overgrote deel komt uit die dotaties, die gewestelijke taksen, die feitelijk relatief autonoom zijn. Ja, daar komt met moeite 5,5 miljard uit. Hè. Dat is niet het grote bedrag feitelijk, om daar iets over te zeggen. Vlaanderen heeft dan ook feitelijk nu beslist om feitelijk in het kader van de Dieselgate, zoals dat ondertussen is geworden, feitelijk om de belasting op de invoering van bedrijfsvoertuigen te verhogen. Dat kan ze in die gewestelijke belasting. Maar de Vlaamse begroting zit natuurlijk wel in een apart fenomeen, waar het vroeger een begroting was een overschot, of tenminste een evenwicht, is het nu al de 2e jaar op rij dat ze met tekorten zitten. Hè? Ook de Vlaamse schuld is feitelijk de laatste jaren gestegen, onder andere door de herberekeningen van Eurostat in het kader van de debudgettering van grote infrastructuurwerken. Ook het feit dat nogal wat begrotingen van lokale besturen zwaar in het rood gaan, tekorten en schuld, daar is Vlaanderen ook voor verantwoordelijk. En als je dan alle Europese begrotingsregels begint op te tellen, is eigenlijk die situatie van de Vlaamse openbare financiën er zeker niet beter op geworden de laatste jaren. De 2 grootste posten in die begroting langs de uitgavenzijde zijn onderwijs, altijd geweest, ongeveer 12 miljard euro, maar door de staatshervorming is het pakket sociale zaken even groot geworden, met 12 miljard. En dan moeten we eigenlijk al fors terugvallen, want dat zijn 2 bevoegdheden van gemeenschappen, want dan komen we eigenlijk op binnenlands bestuur en openbare werken, die eigenlijk afgerond rond de 3 miljard zitten. Maar relatief weinig is. Want als men dan toch in Vlaanderen de ambitie heeft om het industriële logistieke centrum van Europa te zijn, dan zijn er toch wel dringend infrastructuurwerken nodig in dit land. Want de laatste autosnelweg die in dit land is gebouwd in Vlaanderen, dat is een A2 bij me weten in 1985 tussen Leuven, Aarschot en Genk. En sindsdien is hier niks meer gebeurd. Is door mijn voorgangster, de spreekster, collega Michiels, even gewezen op heel uitgebreid over Franstalig België. Maar daar heeft men qua infrastructuur de laatste jaren met het Marshallplan wel veel meer gedaan dan in Vlaanderen.
Nee, dat is zeker in de ogen van potentiële buitenlandse investeerders zeker geen goede zaak, wat Vlaanderen betreft. Problematiek van de financieringswet. Wel, in de zesde staatshervorming, de vorige regering, Di Rupo, die trouwens geen bijzondere meerderheid had, want we hadden hulp nodig van Ecolo en van de Groenen, heeft dan begonnen met te zeggen van kijk, we gaan uit van 10 beginselen in het kader van die financieringswet. Die staan ook allemaal in die wet. Het bizarre is dat wel die beginsel kan er tegenspreken. Wat er nu het nut van is, is mij ook onduidelijk. Het blijft een dotatiesysteem, dat heb ik al gezegd, weinig autonomieën, want wie beslist over de personenbelasting en de BTW? De federale overheid. Zij doet de regelgeving, ze doet de inning en ze keert het geld uit. Daar hebben de deelstaten niets aan te zeggen. We zijn niet Duitsland, waar bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek, waar inderdaad de Bundestag en de federale overheid beslist wat de regelgeving is van BTW en personenbelasting, maar dat wordt geïnd door de deelstaten, de länder en de stadstaten. Dat geeft natuurlijk macht als je kunt innen. En de verdeelsleutel, namelijk het feit dat 57,5% bij de deelstaten blijft en 42,5% voor de Bund is, dat kan alleen maar gewijzigd worden door de Bundesraad in Duitsland, die bemand wordt door de deelstaten. Maar die situatie hebben we in België helemaal niet. Dus we zijn een systeem gebleven van dotaties, weinig autonomie. Dat is ook altijd in al die staatshervormingen gebleven. Heel veel onduidelijke parameters. Je merkt dat nu vaak ook, een begrotingsopmaak, dan is er even een begrotingscontrole een paar maanden later. En dan zie je dus inderdaad, voor mij was er nu echt geen verrassing, dat plotseling daar 700 miljoen begon te schuiven. En dat het budgetaire probleem van de regering Michel was opgelost en alle deelstaten plotseling geld moesten gaan bijzoeken. Een paar maanden later was er weer al een ander bedrag geworden. Ja, dat gaan we nu continu aan de hand hebben, omdat men dat zo ingewikkeld gemaakt heeft met diverse parameters. Sommige parameters worden berekend maar aan 82,5% van een BBP-groei. Dan wordt er inflatie meegeteld, dan niet. Dan is er een parameter van 0 tot 18 jaar, dan een parameter boven de 80 jaar. Dus een heel ingewikkeld systeem geworden. Nieuw is ook dat de deelstaten moeten bijdragen in de problematiek van de openbare financiën van de federale staat. Want daar zit natuurlijk het grootste stuk van het problematiek tekort en schuld die wij van Europa zouden moeten oplossen. Daar moet een extra bijdrage van zijn van de deelstaten. En ook dat de deelstaten moeten bijdragen in de statutaire pensioenen. De pensioenen van de vastbenoemden, die niet in de sociale zekerheid zitten in het land, maar in de staatsbegroting. Maar dat is federaal gebleven. En daar moeten alle deelstaten ook toe bijdragen. En dat zijn feitelijk twee nieuwigheden, waardoor natuurlijk wel de deelstaten financieel toch wel worden aangetast. Niet alleen Vlaanderen trouwens, maar ook de andere deelstaten, de Waals Gewest, Franse Gemeenschap, de Duitsstaligen en Brussel. Wijzigen van een bijzondere financieringswet, de naam zegt het zelf, het is een bijzondere wet, dat kunt je alleen met een bijzondere meerderheid. De vroegere regering, Di Rupo, had die niet. Die is hulp moeten gaan zoeken in de oppositie. De huidige regering Michel heeft die ook niet. Het enige wat je kunt doen, is de wet voor de Duitsstaligen wijzigen, want dat is een gewone wet, die van 31 december 1983. Dus dat zal deze legislatuur zeker niet gebeuren. Of dat eventueel na de verkiezingen van 2019 gaat gebeuren, dat weet ik ook niet. Dat is koffiedik kijken. Maar het zit wel heel goed vastgeankerd, dat systeem. Want om het juridisch te wijzigen met een bijzondere meerderheid, zal geen sinecure zijn. Transfers. Ja, daar is al gewezen door de voorzitter. Ja, die zijn er. Men moet daar niet flauw over doen. Die zijn er. Dat gaat over de bijzondere financieringswet, meer bepaald door de Nationale Solidariteit. Je hebt inderdaad een stuk uit de sociale zekerheid, uit de begroting. En dan kom je inderdaad altijd uit op die berekeningen rond de 7 miljard euro. Dat zal inderdaad, iedereen geeft dat ook toe, in die orde van grootte ligt dat. En dan komt je feitelijk in de problematiek van, ja, hoe gaat het daar nu feitelijk de schulden en de rentelast bijtellen? Om een idee te geven, de rentelasten van de federale overheid, dit jaar op de schuld zijn 12 miljard euro. Dat is op zichzelf een dikke meevaller, gezien het feit dat de rente en inflatie heel laag staat. Want moest die de volgende jaren gaan verdubbelen, na 2-3%, wordt dat wel een budgetair drama. De vraag is, hoe gaat hij dan meetellen? Plus, om die 7 miljard ons surplus, dan zit het eigenlijk boven de 10 miljard. Vallen dus ook dat er vrij recent nog eens een studie is uitgekomen over de berekening van de spaarquota's. Want het feit dat wij in dit land relatief veel tekorten hebben en schuld bij de overheden, is eigenlijk in het buitenland nooit groot nieuws. Wij zijn daarmee bezig. Maar dat geraakt niet in CNN, dat geraakt niet in de International Herald Tribune, dat geraakt niet in Le Figaro, dat geraakt niet in de Neue Zürcher Zeitung. En waarom niet? Omdat voor veel van die buitenlanders
is die schuld in dit land een binnenlands probleem. En door het feit dat er veel mensen hier spaarquota, een vrij hoge spaarquota in dit land, en ja, wordt er feitelijk, zit iedereen feitelijk met zijn spaargeld de begrotingstekorten wat te financieren. Daar komt het feitelijk grosso modo op neer. Dat probleem stelt zich ook met Japan. Men zegt, Japan heeft een schuld van 210% van BBP, dat is juist. Maar de Japaner die spaart heel veel. Dus voor het ogen van de buitenlanders is dat geen probleem. Want de Japanners financieren feitelijk hun eigen tekort. In het hypothetisch geval dat de gigantische schuld die we hebben van 107% van BBP, dat we die allemaal moesten hebben uitstaan bij Amerikaanse banken, de US Marines waren hier al lang geland, hè? Maakt u geen zorgen. Maar wat wel opvalt in de spaarquota is inderdaad de zeer hoge aandeel van Vlaanderen daarin. Dat is toch wel een opvallend gegeven. En het zeer lage niveau van Brussel, dat toch meer dan 10% van de bevolking heeft. De toekomst. Ja, bijzondere financieringswet wijzigen. Heb ik al gezegd, voorzitter, dames en heren, heb je een bijzondere meerderheid nodig. Die is er niet. Of er die na 2019 is, weet ik ook niet. Je hebt er wel geen verklaring tot grondwetsherziening voor nodig, want de bijzondere financieringswet staat niet in de grondwet. Je kunt de bijzondere wet wijzigen los van een verklaring tot grondwetsherziening. Die verklaring tot grondwetsherziening gaat puur over die grondwet. Of er die gaat komen, dat weet ik niet. Dat is altijd zo'n lijst met alle mogelijke grondwetartikelen. Daar heeft de historisch al heel veel ingestaan. Ik heb er ook geen enkel zicht op of er die überhaupt komt in 2019 en wat daar gaat instaan. Dus je moet er zeker ook mee rekening houden dat er problemen zijn met die zesde staatshervorming. Dat moet iedereen ook bekennen. Die is te ingewikkeld, die is niet transparant genoeg, daar zitten veel problemen in. En voor een stuk moet je ook wel toegeven dat de kiemen van een zevende staatshervorming zitten wel in die zesde. Of ze nu bewust of onbewust is gebeurd, dat is wat anders. Je gaat natuurlijk ook altijd de discussie mee hebben dat als de Vlamingen vragen voor meer bevoegdheden, dat de Franstaligen gaan zeggen, ja, het is goed, maar dan moeten wij zeker zijn van ons geld. Je gaat altijd met dat dotatiediscussiesysteem zitten. Dat voor een federatie. Confederatie zitten we natuurlijk in een heel ander systeem. Het is mij ook niet altijd duidelijk wat de partijen in dit land bedoelen onder een confederatie. Want verschillende politieke partijen zijn er al mee naar voren gekomen, maar die bedoelen allemaal wat anders. En historisch is het ook niet duidelijk wat nu juist de exacte definitie is van een confederatie. Men zal er ook eens moeten uitkomen wat men dan gaat doen met Brussel bijvoorbeeld, waar ook langs de Vlaamse kant niet veel visie over is. En hoe we dat men gaat financieren, om maar iets te zeggen. Confederatie is natuurlijk wel een essentieel verschil, zowel politiek als institutioneel juridisch, met onafhankelijkheid. Want bij een confederatie blijft België bestaan. Dan is er de discussie, welke bevoegdheden gaan we nog samen doen, maar België blijft bestaan. In het derde geval, als we de weg op willen vergaan van Catalonië en Schotland, dan is het wat anders. Dat gaat er natuurlijk breken. En als men gaat breken, dan leert de internationale literatuur ons dat je velk een akkoord moet bereiken over drie zaken. Eén, de grenzen. Schotland en Catalonië is dat wel vrij duidelijk. Maar hier, rond Brussel, is dat minder duidelijk wat je daarmee gaat doen. De schuld moet verdeeld worden. Dat zal ook geen makkie worden. En de nomenclatuur van een land, daarmee bedoelt men mee de rechten en de verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van internationale instellingen, het internetnummer, het internationaal telefoonnummer. Dus ook voor Catalonië en voor Schotland is er nog geen sinecure om daar te geraken natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een andere situatie. Dan zwijg ik nog wel over het feit wat er met een euro gaat gebeuren. Uw lidmaatschap van alle mogelijke instanties. Maar laat ons dit maar zeggen, dames en heren. En dat geldt dan niet specifiek voor Vlaanderen, maar op dit geval gaat het actueel over Catalonië en Schotland. Moest er ooit een onafhankelijkheid komen van die twee gebieden, dan zal dat een ultieme beslist worden in Washington DC. Want de Amerikanen gaan eisen dat het goed is voor hun, maar wel op de eerste en belangrijkste voorwaarden kunt u onmiddellijk naar Washington komen en het verdrag van de NAVO tekenen. Zij gaan beslissen, niet Europeanen. Trouwens, het is een opvallend gegeven dat in de zaak Catalonië en Schotland, die politiek ook niet helemaal verschillend zijn. Hè. En ik bedoel politiek electoraal, want de SNP in Schotland is een linkse partij, Catalonië is eigenlijk een rechtse meerderheid, dat de Europese Unie daar geen blijf mee weet. Hè. Er zijn wel meerdere dossiers waar de Europese Unie geen blijf mee weet de laatste maanden, maar dat is ook zo'n dossier, ze blijven daar geen blijf mee weten. Dus 2019 is koffiedik kijken, maar belangrijk is natuurlijk wel dat de verkiezingen van 2014... dat niet over de staatshervorming ging, die van 2010 wel.
Men 2014 ging het puur over sociaal-economische budgettaire thema's en is in staatshervorming in de campagne amper aan bod gekomen. Dat was wel een opgallend gegeven. Ook in de huidige regering wordt er eigenlijk weinig over gezegd en gaat het puur over het budgettaire, sociaal-economische. En mijn collega heeft er al op gewezen dat men zegt, ja, een regering zonder de PS, dat is al een staatshervorming op zich. Degene die dat 10 jaar geleden voor het eerst op Mise à Point is komen zeggen, was volgens mij Didier Reinders. Als men ooit in dit land een prijs gaat uitreiken voor de politicus met de grootste kennis van Machiavelli, zonder deliberatie, Didier Reinders. Dus de vraag is, wat is er mogelijkheid om aan het ingewikkelde systeem van deze bijzondere financieringswet en inherent transferten te wijzigen op dit ogenblik, weinig of niets? Dat systeem gaat de volgende jaren blijven bestaan. Om de zoveel maanden zullen we in de media lezen dat er nog eens een paar honderd miljoen schuift omwille van een herberekening, omdat men dat niet wist. Omwille, ja, want er is een essentieel verschil of een BBP en inflatie 0,5% bijkomt of afgaat in heel dat systeem. En dan zal het inderdaad wachten zijn tot 2019 of de staatshervorming überhaupt een thema wordt in een staatshervorming. Daar heb ik ook momenteel geen zicht op. En dan zal het inderdaad afwachten zijn of daar überhaupt na de verkiezingen nog iets mee zal gebeuren. Maar slotsom is, voorzitter, dames en heren, dat het een systeem is dat heel ingewikkeld is. Ingewikkelder is geworden dan vroeger, zeker niet transparant is. Het is ook moeilijk vergelijkbaar met andere systemen in andere landen. Het is een specifiek Belgisch systeem, feitelijk. Maar in slotsom is, als je het wilt wijzigen, het is bijzonder goed vastgeankerd. En dat zal heel moeilijk te wijzigen zijn. Tot daar mijn bijdrage op deze zaterdagochtend. Dank u. Houden wij dan nu, Vlaamse vrienden, een paneelgesprek. Wat geleid wordt door de gewezen politiek journalist en commentaarschrijver van de Standaard, Guy Tegenbos. We nodigen aan tafel ook Erik Stoffelen uit, directeur van VNZ, het Vlaams Nationaal Ziekenfonds. Remy Vermeire, de gewezen voorzitter directiecomité van de Kredietbank en de voorzitter van de Denkgroep in de Warande. En VZW Pro Vives, Alain Mouton, journalist van Trends en een onderzoeker van Vives, Geert Jelles. Heren, kom hierbij zitten hier aan tafel en start het paneelgesprek. In normale omstandigheden, dames en heren, dient een panelgesprek om politieke conclusies te formuleren en politieke tegenstellingen tussen participanten duidelijk te maken. Dat is vandaag niet het geval. De bedoeling van dit panelgesprek vandaag is veeleer technisch uit te klaren wat we nu precies weten over een aantal aspecten van de transfers. En waarom is dat van doen? Als het inderdaad de bedoeling is om de transfers opnieuw op de politieke agenda te krijgen, want daar staan ze op dit ogenblik niet op. Hè? Als het de bedoeling is de transfers opnieuw op de politieke agenda te krijgen, moet je een aantal bouwstenen hebben waarover je zeker bent dat ze juist zijn. Dat is wat we gaan proberen te achterhalen in dit panelgesprek. We doen dat in 4 fasen, er zijn 4 vragen in wezen. En dat is ten eerste, die transfers, zijn die berekenbaar? En als ze berekenbaar zijn, hoe groot zijn ze dan? Daar gaan we ongeveer de helft van de tijd aan spenderen. 2, die transfers, als ze bestaan, er wordt gezegd, die hypothekerende Vlaamse noden, is dat zo? Als die weg zijn, die transfers, kunnen we dan plots een aantal dingen die we vroeger dachten niet te kunnen? 3e vraag. We weten natuurlijk dat die transfers niet onmiddellijk weg zijn. En vandaar dat je zo'n pakket eisen hebt ten aanzien van transfers.
Ze moeten transparant zijn, ze moeten proportioneel zijn, ze moeten relevant zijn, slaan op dingen die ter zake doen. En ze moeten in de tijd uitdoven en ze moeten inciteren tot goed gedrag. Wat weten we daarover? Wat zijn transfers, zolang ze bestaan? Hoe moeten ze dan zijn? En dan vier, de vierde geldstroom, de schuld. Als je een scheiding organiseert of iets wat in die richting gaat, wat doe je dan met die schuld? Dat zijn de vier vragen. Met wie gaan wij debatteren, dames en heren? Ten eerste met een kersverse dokter, die gisteren zijn doctoraat heeft behaald met glans. Niet echt over de transfers, maar over hoe politici en de aanwezigheid van politici zorgt voor geldstromen naar bepaalde gewesten. Niet echt, moet lezen hoor, maar het zijn niet echt over de transfers. Erik Stoffelen is onze tweede. Geert Jennis bedoel ik, onderzoeker van Vives, is dus onze eerste panelid. Erik Stoffelen, secretaris van het actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid, is ons tweede panelid. Ons derde panelid is Remy Vermeijeren, bekend van In de Warande, bekend van KBC, bekend van zoveel andere dingen. En tenslotte Alain Mouton, dierbare collega van Trends. De transfers. Zijn ze berekenbaar? Hoe groot zijn ze? Dit eerste stuk gaan we een beetje doen met slides, met cijfers, met uiteenzettingen. En ik nodig Erik Stoffelen uit om het eerste stukje daarvan te doen. Daarna krijgen we een toelichting van meneer De Weert, die zijn onderzoek komt toelichten. En dan hebben we de verdere discussie. Erik Stoffelen. Wel, zoals u op de dia ziet, die u daar straks reeds geprojecteerd werd, zijn er verschillende studies gebeurd. Dus we komen van ver. We komen eigenlijk van een periode dat er heel veel discussie was over de juiste omvang van de transfers. Is er geen discussie meer? Dat durf ik niet zeggen, want dat zal denk ik straks nog blijken dat er met miljarden gegoocheld wordt. Maar wat in ieder geval opvalt en belangrijk is, denk ik, is dat er eigenlijk over de drie belangrijkste kanalen, namelijk de transfers via de federale begroting, de bijzondere financieringswet en in het bijzonder de sociale zekerheid, dat daar meer en meer eensgezindheid over komt, dat dat evolueert naar een, ik rond af, 8 miljard. Je kunt daar over een paar commas nog discussiëren, maar daar is men het over het algemeen meestal eens. Wat bijzonder waardevol was voor ons, was dat er ook eindelijk een studie kwam langs Waalse zijde van de Universiteit van Namen, die ook tegen de 8 miljard uitkwam. Wat er eigenlijk op wijst dat je, mijn inziens, het daar niet meer te veel moet over hebben. Dat men meer en meer komt naar over de juiste omvang van de transfers zitten we in elkaars verlengde. De vraag is natuurlijk, ja goed, als je dan eindelijk een beetje overeenstemming hebt over de juiste omvang, ja, wat doet je er dan mee? Want dat is de volgende fase. Onze opdracht, zeker vanwege het actiecomité, is absoluut niet afgelopen. Integendeel, dat is een eerste voorwaarde om over het vervolg te kunnen spreken, dat je niet eindeloos blijft vastzitten in de discussies van ja, hoeveel is het. Er is nog een vierde kanaal. Dat blijkt uit de volgende dia, die is er straks ook al even besproken. De interestlasten op de federale overheidsschuld, daar is veel meer discussie over. Dat merk je ook aan de resultaten hier. Hè. Daar zegt bijvoorbeeld de Universiteit van Namen, neemt dat niet mee in de studie. Collega Penalit, recent dokter, zal daar misschien straks meer over zeggen. Maar daar zie je dat er een enorm vork is en dat je weer de discussies krijgt van hoeveel is dat dan juist. Maar voor ons, voor het actiecomité, is dat eigenlijk niet de essentie. Of het nu 7 miljard is, 8 miljard, 9 miljard, elke euro is bij manier van spreken te veel. Ik zal zelfs meer zeggen, als morgen de transfers opgedroogd zijn, als die 0 euro bedragen, of zelfs... Ik denk dat dat redelijk hypothetisch te stellen is. Als die in de andere richting zouden gaan, dan zijn wij met evenveel enthousiasme voorstander
voor de overheveling van de, gezondheidszorgen voor een Vlaamse sociale zekerheid. Dus het transfergegeven, het financiële luik, is zeker een element. Ik zal dat niet onder stoelen of banken steken. Maar wij hebben tal van argumenten om te pleiten voor een Vlaamse sociale zekerheid. De accenten die we willen leggen namens onze eigen gemeenschap. En het financiële speelt daarin een rol. Maar nogmaals, zelfs al zouden de transfers opdrogen, dan blijven wij voorstander om de splitsing van de sociale zekerheid op de agenda te zetten en een ultiem te realiseren. Herman de Weert, 7 minuten. Mevrouw, mijn heren, voor u staat een zeer slecht mens die bovendien geen enkele schaamte kent. Ter zake, de onvoorstelbaar grote verschillen in de omvang van de transfers op de rentelasten doe twijfelen aan de geloofwaardigheid, zonder te spreken over verbijsterend of hallucinant. Het onderscheid tussen de klassieke transfers en andere is ook niet verhelderend. Maar er is nog meer. Sedert 1951 zijn er in dit land ieder jaar, op 3 kleine uitzonderingen na, begrotingstekorten geweest. We hebben met andere woorden steeds boven onze stand geleefd, door een deel van de uitgaven te financieren met geleend geld. Dat wil zeggen dat de berekening van de transfers volgens de methode van de juste retour hier vrolijk aan voorbij gaat en veronderstelt dat er altijd wel voldoende financiële middelen waren. Omdat dit zelden het geval is geweest, zijn de transfers dus evenveel keren voor een deel fictief geweest. We moeten ons afvragen of de onnauwkeurigheid waarmee de transfers en de omvang van de transfers gemeten wordt niet groter is dan de onnauwkeurigheid waarmee de uitlaat van dieselwagens gemeten wordt. En of het ook niet ligt aan de ingebouwde software. In wat ik genoemd heb, een integrale methode voor de benadering van de transfers, meen ik oplossingen gevonden te hebben voor de berekening van realistische transfers die optelbaar zijn en die samen met een steekhoudend voorstel ervan deel uitmaken, ook wat betreft de transfers op de rentelasten. Heel kort. Het vertrekpunt is een geconsolideerde staat van alle uitgaven en alle inkomsten op het niveau van entiteit 1, zijnde de eigenlijke federale overheid plus de sociale zekerheid. Dus inbegrepen de kapitaaluitgaven, maar ook de rentelasten. Ook inbegrepen de niet-fiscale en de niet-parafiscale ontvangsten. 2. In deze methodiek zijn controles ingebouwd om erover te waken dat er voldoende inkomsten zijn, zowel globaal als bij de gewestelijke verdeling. Er zijn nog meer beslissingsregels. Ik zal me nu beperken tot de schuldverdeling en de transfers die ermee gepaard gaan. Eerste, hoe wordt de federale schuld verdeeld over de gewesten? De schuld is historisch gegroeid, heeft wortels die teruggaan tot 1830. We zijn er dus mee geboren. Wat is nu de oorzaak van schulden? Dat is heel eenvoudig. Schulden ontstaan omdat we meer geld uitgegeven hebben, wij en alle voorgangers, dan we financiële middelen wilden ter beschikking stellen. Er zou dus een groot en moeilijk historisch onderzoek nodig zijn om te kijken, zo ver mogelijk teruggaand in de tijd, hoe
de uitgaven verdeeld waren in de verschillende gewesten. Bij gebrek aan dergelijk historisch onderzoek verdelen we, en we, dat ben ik dan, ieder jaar vanaf 1990 slechts de schuldtoename, dat wil zeggen het begrotingssaldo en niet de primaire saldi, die hebben met transfers niets te zien. En ik verdeel die in dezelfde verhouding als de uitgaven naar de drie gewesten. Volgend punt, de verdeling van de jaarlijkse interestuitgaven. Vrij eenvoudig, eenmaal de schuld gewestelijk verdeeld. Er is een rechtstreeks verband tussen de omvang van de interestlasten en de schulden. Wel, de jaarlijkse interestuitgaven verdeel ik in verhouding tot de gewestelijk verdeelde schuld, zoals daarnet gezegd. Met andere woorden, in verhouding tot de gecumuleerde gewestelijk verdeelde uitgaven. Terug. Er ontbreekt het dus in. Er ontbreekt een dia. Namelijk over de terugbetaling van schulden. Terugbetaling van schulden in het land is een nog nooit gezien fenomeen, nauwelijks gezien. En vanaf 2020 zal dat misschien wel gebeuren. Terugbetaling van schulden is alleen mogelijk als er een begrotingsoverschot is. Dan zal de federale regering dat overschot gebruiken om een deel van de schulden terug te betalen. En dat is een uitgave zoals alle andere uitgaven van de federale overheid. En daar zal dus op die terugbetaling ook een nieuwe transfer ontstaan, die zoals alle andere transfers berekend worden door het verschil te maken tussen de verdeling gewestelijk van die terugbetaling in dezelfde verhouding als de bestaande gecumuleerde schuldverdeling, enerzijds, en een uitgave die gefinancierd wordt in dezelfde verhouding als de ontvangsten in dat jaar van terugbetaling. Deze nieuwe transfer die we vanaf plusminus 2020 mogen verwachten en jaarlijks, die bestaat eigenlijk nu al in potentie. Naarmate de schuld toeneemt is er geen transfer, maar er hangt wel een potentiële transfer in de toekomst achter. Wat zijn de resultaten? Heel kort. Volgens deze methodiek zijn de transfers op de interestuitgaven in het jaar 2012, wat u daar ziet, uitgaande uit Vlaanderen 687 miljoen. De andere potentieel toekomstige transfer op de federale schuld bedraagt eind 2012 22,7 miljard. Maar die zal nog verder stijgen tot plusminus het jaar 2020. En de dag of het jaar dat we beginnen aan de terugbetaling van de schuld, zal daar een potentiële transfer aanhangen, te betalen over de dan toekomende jaren, van ongeveer 25 of zelfs iets meer miljard. Met dank aan mijn oud-collega's van AKVSZ en met dank aan Geert Jennis voor de inspirerende en prikkelende discussies die we in het verleden hebben mogen voeren. Dank u wel. Dank u. Dank u, Herman de Weert. Geert Jennis, jij hebt ook berekeningen gemaakt en die wijken lichtjes af van die van Herman. Ja, ik wil absoluut niet degene zijn die met het grootste bedrag komt. dat maakt me zelfs een beetje ongerust. Maar toch denk ik dat ik het bij het rechte eind heb. En ik ben trouwens in goed gezelschap, want reeds 10 jaar geleden schreef Johan van Gompel voor het Waranda-manifest het hoofdstuk mee van de transferten. En die kwam voor, als ik het goed heb, 1995 aan 11 miljard transferten uit de overheidsschuld federaal. Bladzijde 157, als ik me niet vergis. Dus ik bouw daar eigenlijk gewoon een beetje op verder.
kan ik ineens naar de 8e slide gaan om tijd te besparen. Die grafiek. Hierna, ja. Dus dat is de beruchte, denk ik, 14 miljard. Namelijk kijken we naar 2002, het laatste jaar van de periode waarvoor Johan van Gompel de primaire federale saldi uitgesplitst heeft over de gewesten. Leidt ertoe dat uitgedrukt in procent van het Belgisch BBP op het einde van mijn periode de transfer vanuit het Vlaams gewest naar Franstalig België niet minder dan 5,6% van het Belgische BBP is, namelijk die beruchte 14 miljard. Dat is het verschil tussen de paarse curve, die u met wat goede wil kan zien, denk ik, en de groene curve. Dat is 5,6% van het BBP. De paarse curve meet wat Vlaanderen als gewest binnen de federale begroting de facto heeft betaald als deel van de jaarlijkse interestfactuur op de federale schuld. Dat is veel. U ziet de blauwe lijn is de totale interestfactuur. We zijn op het einde van mijn periode al over de ergste crisis heen van de Belgische staatsschuld in termen van volume. Maar het aandeel van Vlaanderen in de factuur is altijd groot. Waarom? Omdat het aandeel van Vlaanderen in de federale belastingopbrengsten absoluut en relatief groot is. Dat is één. Twee is de groene curve. De groene curve meet wat Vlaanderen zou hebben betaald als interestfactuur binnen die federale setting, uitgaande van het Vlaamse aandeel in de federale schuld. Dus de gecumuleerde primaire saldi van Vlaanderen binnen die federale setting. En je ziet dat doordat sinds de jaren 80 een aantal federale regeringen de begroting terug op koers hebben proberen te krijgen, is het schuldaandeel van Vlaanderen steeds minder geworden. Blijkbaar volgens cijfers van Johan van Gompel meer dan in Wallonië hebben die federale besparingsmaatregelen een steeds groter primair overschot gerealiseerd voor Vlaanderen. Vandaar dat op het einde van die periode de Vlaamse schuld zelfs negatief is. Wat betekent een negatieve schuld? Dat is een spaartegoed. Wat levert een spaartegoed op? Dat is interest. Interest naar jou, terwijl in de realiteit is Vlaanderen binnen de federale setting de grote betaler van de interestfactuur. Vandaar de spectaculaire resultaten. En ik durf bijna niet verder rekenen. Want als u ziet, als u even verder doortrekt, de blauwe curve is aan het dalen, maar de kloof tussen de paarse en de groene wordt steeds groter. Dus een gevolg van die logica is dat er ook geen bovengrens aan de transfer te zijn. Kort na mijn periode zal de interesttransfer groter zijn geworden dan de totale interestfactuur. Dus meer dan 100% van de totale interestfactuur. Ja, ik kijk uit naar het debat daarover, maar ik vrees dat ik het bij het rechte eind heb. Ik wil toch ook wel rechtstreeks reageren op Herman. Ik denk ons groot meningsverschil is dat ik de schuld toewijs aan de gewesten volgens aandeel in het begrotingstekort of primaire tekort en dat Herman de Weert veel milder is voor Wallonië door de schuld toe te wijzen volgens de aandelen in de uitgaven. Ten tweede, er is nog een argument. Hoe kan men twee getallen optellen die uitgaan van fundamenteel verschillende veronderstellingen? Wat we zijn beginnen noemen klassieke transferten gaan uit van een begrotingsevenwicht. Wat fout is in België meestal, maar wel vereenvoudigend. Dat is handig. De interestlogica transferte gaat uit van een begrotingstekort. Men kan volgens mij niet getallen die uit die twee redeneringen vloeien bij elkaar optellen.
Dat is het zo wat. Ik had nog een heel leuk filmpje van Tim Powels die mijn logica overnam in factchecker. Ik weet niet of dat nuttig is en of dat er tijd voor is. Hoe lang duurt het? Wat zegt u? Hoe lang duurt het? 4 minuten. Oké. Tien jaar geleden waren het legendarische beelden. De NVA die met vrachtwagens vol vals geld naar Wallonië reed om het systeem van de transfers aan te klagen aan de dure Waalse scheepslicht van Strippi. Deze week deed Vlaams Belang deze stunt over en Barbara Pas zei daar het volgende bij. Alle studies wijzen erop dat de transfers alleen nog zijn toegenomen. Dus wij vonden het een goede ludieke actie van NVA 10 jaar geleden. Ze hadden overschot van gelijk om die transfers aan te kaarten. Zij hadden het toen over 11,3 miljard. Vandaag gaat het over 16 miljard. En dus is de vraag, klopt het dat de transfers naar Wallonië tot 16 miljard euro gestegen zijn? Tja, over transfers heb je evenveel berekeningen als er deze dagen regendruppels zijn. Maar Vlaams Belang zegt dat natuurlijk ook niet zomaar. Ze baseren zich op de gedegen denktank Vives van de KU Leuven. Al hangt het er altijd weer vanaf hoe je dingen berekent. Een voor de hand liggende manier is dat je bekijkt hoeveel belastingen de Vlamingen betalen aan de federale overheid en hoeveel ze dan terugkrijgen. De meeste belastingen zijn nog altijd federaal. Het grootste deel van de personenbelasting, de sociale bijdrage, de BTW bijvoorbeeld. En dan kijk je wat er terugkomt van die federale overheid. Want de federale overheid betaalt nog altijd dotaties aan de deelregeringen. Betaalt ook aan Vlamingen pensioenen natuurlijk. En er zijn in Vlaanderen uiteraard ook politiekantoren en justitiepaleizen. Allemaal federale bevoegdheden. Volgens Vives betalen de Vlaamse inwoners van België per jaar 6 miljard meer belastingen aan de federale overheid dan dat die federale overheid in Vlaanderen uitgeeft. Dat is 1,7% van het bruto binnenlands product. Volgens Vives is dat cijfer al jarenlang ongeveer gelijk. Geen stijging dus. Al is de meest recente berekening wel uit 2011, omdat het nu eenmaal niet zo eenvoudig is om te berekenen hoeveel belastingen precies door Vlamingen worden betaald. Maar je kan de transfers ook anders berekenen, door meer rekening te houden met de staatsschuld. De redenering daar is een beetje dat Vlaanderen op zijn eentje, met hetzelfde beleid, geen staatsschuld zou gehad hebben, omdat het nu eenmaal meer belastingen betaalt dan er door de federale overheid wordt uitgegeven in Vlaanderen. Vives zegt dan dat Vlaanderen eigenlijk interesse zou kunnen hebben gehad hebben op de overschotten en dat Franstalig België veel meer rente zou hebben moeten betalen zonder die Vlaamse steun. Dan gaat het hier natuurlijk niet om geld dat ooit echt in iemands zakken heeft gezeten. Ook een onafhankelijk Vlaanderen zou zijn overschotten allicht nooit echt hebben opgepot. Maar goed, het is een denkoefening. Voor 2002, het is echt niet recenter dan dat, heeft Vives berekend dat er een verschil zit van 10 miljard euro tussen de extra winst die de Vlamingen hadden kunnen maken met hun overschotten en de extra kosten die de Franstaligen zouden gehad hebben zonder Vlaamse steun. In die oefening blijft transfers sinds 2002 wel stijgen, omdat de Vlaamse inwoners natuurlijk steeds meer inkomsten zouden gehad hebben uit hun overschot en de Franstaligen steeds meer zouden hebben moeten lenen. En dan kom je echt wel aan hoge cijfers, zoals Vlaams Belang die noemt, maar ze zijn wat theoretisch. Wat je volgens Vives niet mag doen, is de twee berekeningswijzen optellen. De 6 miljard op basis van de uitgaven en de 10 miljard op basis van de staatsschuld mogen niet samengeteld worden, omdat er dubbeltellingen in zitten. Conclusie. De Vlamingen betalen volgens Vives wel degelijk meer belastingen aan de federale overheid dan dat die federale overheid in Vlaanderen uitgeeft. Als Vives conservatief rekent, dan stijgen de transfers niet. Als Vives probeert rekening te houden met de staatsschuld, stijgen ze wel, want de staatsschuld stijgt. En die nieuwe staatshervorming dan? Daarmee wou men toch meer transparantie en eigen verantwoordelijkheid creëren. Wel, die nieuwe staatshervorming is nog niet uitgevoerd en zit dus helemaal niet in de cijfers. Afwachten dus. Maar het zal wellicht niet de laatste keer zijn dat er over de transfers campagne wordt gevoerd. Ja, stopbedenking. Nog één ding. Tim legt het volgens mij veel beter uit dan ik. Veel toegankelijker. En maakt één foutje. Die 10 miljard moest 14 miljard zijn. Wat detail.
Remy Vermeijeren, hoe kijk jij dat tegenaan? Kies jij partij voor een van de twee berekeningen? Helemaal niet. Ik ga niet veel zeggen over de berekeningen, want ik kan ze zelf niet maken. Nou, wat je zelf niet kunt of kent, daar hebben we ze nodig? Zwijg je liever over misschien. Hebben we ze vind, wel nodig? Ik vind de juiste berekening ook niet zo relevant, eerlijk gezegd. We weten allemaal zeer zeker dat die transfers zeer belangrijk zijn en dat ze bestendig zijn. En voor mij volstaat dat min of meer. Ik vind trouwens dat die accenten op die transfers, en ik heb de indruk dat de Vlaamse Volksbeweging daar nu een bepaald punt van maakt, ik vind dat een beetje delicaat. Enerzijds zijn ze inderdaad belangrijk en is het iets misschien dat de goede gemeente in het algemeen, ook degene die niet overtuigde Vlamingen zijn om het zo uit te drukken, wel aanspreekt, zeker in tijden van besparingen enzovoort. Maar anderzijds natuurlijk dreigt het de onafhankelijkheidsidee, die toch de basisidee is of zou moeten zijn, een beetje in de schaduw te stellen en als ja, een centenkwestie en louter een centenkwestie voor te stellen, terwijl die onafhankelijkheidsidee helemaal natuurlijk geen centenkwestie is. Wel is het zo dat, en dat wordt misschien niet voldoende benadrukt hier, dat de transfers het cement zijn van de Belgische staat, van België. Veel sterker dan het Hof en het Belgisch establishment en de Rode Duivels en de Vlaamse kwaliteitskranten en dergelijke meer. Maar hoe dan ook, er zijn ook andere, belangrijker nog financiële consequenties verbonden aan België. Waarschijnlijk is de kost, en dat zou misschien ook kunnen benaderd worden, maar dat is nog moeilijk te berekenen, waarschijnlijk is de kost van de inefficiënte structuren en van de inefficiëntie van de beslissingname en van de onmogelijkheid om een eenduidige politiek te voeren die en voor Vlaanderen en voor Wallonië gunstig is, omdat beide zozeer verschillen. Waarschijnlijk zijn die veel duurder als dusdanig. Afgezien nog van de andere elementen natuurlijk, de beetje meer filosofische argumenten voor een onafhankelijkheid in casu, het gebrek aan democratie dat op dit ogenblik bestaat. En ook het feit dat zonder onafhankelijkheid wij, ik denk althans, nooit de onderstroom in Vlaanderen zullen kunnen keren. En de onderstroom in Vlaanderen, dat noem ik dan natuurlijk de historische onderdanigheid, de zelfredzaamheid die daaruit voortgevloeid is, de welvaart die daar ook uit voortgevloeid is, maar ook de afstand van de macht, de afstandelijkheid van de macht die daaruit voortgevloeid is en de onmacht om met macht om te gaan, die verandert men niet, denk ik, binnen de federatie en misschien zelfs ook niet binnen de confederatie als dusdanig. Wat die berekeningen betreft, om daar nog even op terug te komen, misschien is er een goede gelegenheid om daar eens puntjes op de i te stellen, althans wat betreft gewone transfers, los dan van de rentetransfers. Minister-president Bourgeois heeft zich voorgenomen die te laten berekenen, heeft daar denk ik voorstellen voor gevraagd of kandidaten voor gevraagd om die berekening te maken. Vives is een van die kandidaten. Moest ook Serpe van de Universiteit van Namen daarvoor kandidaat zijn, dan zou een samenwerking tussen die twee instellingen waarschijnlijk heel nuttig kunnen zijn, want gaan het nooit echt geloofwaardige cijfers hebben. Men gelooft die omdat men die niet graag gelooft enzovoort, indien ze niet van beide kanten komen van de taalgrens. Men heeft dat eens geprobeerd, want er zijn ook wel andere berekeningen gemaakt dan diegenen die hier staan. Onder meer Abafin heeft die trachten te berekenen. Dat was ook een samenspraak tussen Franstaligen en Nederlandstaligen en is nooit eigenlijk tot een conclusie gekomen. Dus men moet eigenlijk langs de andere kant van de taalgrens medewerking krijgen om dat echt volledig geloofwaardig te hebben. Maar goed, ik heb, en de aanwezigen waarschijnlijk hier ook, ik heb die geloofwaardigheid niet nodig. Ik geloof gewoon dat ze groot zijn en dat ze bestendig zijn en dat ze onomkeerbaar zijn. Want denken dat ze onomkeerbaar zouden zijn, zou defaitistisch, inciviek zijn ten aanzien van Vlaanderen. Want dat zou betekenen dat Antwerpen een nieuw Zwin of Antwerpen nieuw Brugge moet worden. Dat wij de kwaliteit van ons onderwijs verkwanselen en dergelijke meer. Vlaanderen zal niet ten onder gaan. En Vlaanderen zal eigenlijk wat betreft welvaart niet achterlopen op Wallonië. Want als ik toch even mag onderlijnen, indien beide regio's even sterk groeien wat betreft welvaart, wat betreft BRP, laat ons maar zeggen, dan gaat de kloof in absolute termen nog altijd maar toenemen. En die kloof, denk ik, zal inderdaad blijven bestaan. En de transfers een cement zijn van België. Zolang België bestaat, zullen er transfers bestaan en geen transfers zonder België. Ja, Alain Mouton. Nu,
Die cijfers van Geert, die hebben in 2012 op de cover van Trends gestaan. We hebben daar toen een groot artikel aan besteed. En ik ben toen Geert gaan interviewen, samen met een collega van mij, zeker Johan van Overtveld, die toen tijdens dat interview tegen Geert zei, toen hij die cijfers zag, bereid u voor op de hel. En blijkbaar is die hel nog niet voorbij, want die discussie duurt nog altijd voort. Maar wat we toen in Trends geschreven hebben, en daar blijf ik bij, is de belangrijkheid van die transfers op basis van interestlasten is volgens mij cruciaal, omdat je daarin ziet dat eigenlijk Wallonië boven proportioneel aan de basis ligt van de hoge Belgische staatsschuld. En dat is een boodschap, denk ik, die je altijd moet meegeven als je daar naast de klassieke cijfers over sociale zekerheid, financieringswet en begroting neemt, dat je die cijfers over de interestlasten neemt, wat daar eigenlijk achter zit. En dan is de discussie gemakkelijker te voeren. Er zit wat verschil in mening op. Hè? Dus ik hoor bij de inleiding, eigenlijk is het niet relevant hoe groot het is. We weten nu dat ze bestaat en voor ons hoeft de grootheid heeft die eigenlijk niet veel relevantie. Dat is ook wat ik een beetje bij u hoor. Mijn stelling is anders. Mijn stelling is dat we vrij nauwkeurig, en dat was ook uiteindelijk uw standpunt, dat we vrij nauwkeurig cijfers nodig hebben waarover eensgezindheid bestaat, over de taalgrens heen. Zo niet kun je niet kijken of wat je aan het doen bent enige invloed heeft op die transfers. Dat is toch... We weten niet eens of het beleid dat we aan het voeren zijn, dat men aan het voeren is, wat de invloed daarvan is. Daarvoor heb je toch een consensus nodig over cijfers. Nee? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Wij weten genoeg over de transfers om te weten, iedereen die daarvoor interesse heeft, wij weten genoeg over transfers om te weten welke maatregelen we zouden moeten nemen of welke evolutie, economische evolutie er zou moeten zijn op dat die transfers zouden gaan dalen. Maar de transfers zijn niet het enige bekommernis zoals we net zeiden voor Vlaanderen. En voor mij wat betreft bijvoorbeeld de rentetransfers, ik kan goed aannemen dat er een academische benadering is en discussie is tussen academici daarover, dat is goed. Maar voor mij is het zo dat de Belgische staatsschuld inderdaad volledig werd gegenereerd in Wallonië. En dat in theorie we dus eigenlijk elke euro die we betalen als Vlaanderen op de Belgische staatsschuld, dat dat een transfer is. Dat is natuurlijk een theorie en dat is bij het haar getrokken, omdat wij natuurlijk ook meegewerkt hebben en mee beslist hebben wat wij allemaal gebeurde op het federaal niveau en dat wij bij gevolg ook mee verantwoordelijk zijn, zij het door schuldig verzuim of hoe je het ook wil noemen, voor de staatsschuld en het ook maar logisch is dat wij een deel van de interesten dan ook betalen. Maar we weten maar al te goed wat er zou moeten gebeuren opdat die transfers zouden verminderen. De economische groei zou substantieel groter moeten zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. De werkzaamheidsgraad in Wallonië zou veel sterker hoger moeten zijn dan hij op dit ogenblik is. En zo mogelijk ook hoger zelfs dan in Vlaanderen, waar hij ook mag stijgen. Maar nogmaals, die transfers zijn onverbrekelijk verbonden met het bestaan van België. Indien er geen transfers zouden zijn, zou waarschijnlijk onze Waalse, Franstalige landgenoten eerder willen realiseren wat sommigen van ons hier willen realiseren, namelijk de onafhankelijkheid. En zij zouden ook onafhankelijk willen worden eigenlijk indien ze geen transfers krijgen. Want zij zouden niet eigenlijk die opoffering kunnen opbrengen om België in stand te houden die Vlaanderen kan opbrengen, blijkbaar. Dat is een politieke visie. De afgelopen jaren is er vrij veel geïnvesteerd in een staatshervorming. Daar zijn daar politieke akkoorden over gesloten. In die staatshervorming zijn elementen ingebakken zoals financiële verantwoordelijkheid, financiële autonomie. Hebben die enige gevolgen gehad? Kunnen we dat meten, Geert Jennis? Vanuit de gewone Excel-perspectief, statisch, is de transferte impact van de zesde staatshervorming natuurlijk negatief voor Vlaanderen. In grote mate door de herfinanciering van Brussel, die aanzienlijk is, en door het stopzetten van de zogenaamde Lambert-Mont-turbo. Maar dat negatieve bedrag verzinkt in het niet bij die logica. Zou het kunnen dat Franstalige politici hiervan op de hoogte zijn, in het geheim? Zou dat kunnen? Waarom heeft België elk jaar een deficit?
Zou dat kunnen omdat het bepaalde politici goed uitkomt, een deficit? Mm-hmm. Het is onmiddellijk voor de Vlaamse burger minder zwaar om via een belastingverhoging begrotingsmiddelen naar Franstalig België te transfereren. Als die rekening later komt, de rekening is overdonderend volgens mijn berekeningen, alleen ze is uitgesteld, is dat misschien voor politici die al een herverkiezing tegemoet zien binnen één of twee jaar, is dat misschien makkelijker. Didier Reynders heeft een reputatie om de belastingontvangsten te overschatten. Tweede vraag. Stel dat de transfers morgen verdwijnen. Welk heil komt dan allemaal over ons, Alain Mouton? Zijn alle wachtlijsten dan plots weg in de zorg? Kunnen we dan meteen de Oosterweelverbinding bouwen 3 keer? Wel, Serpé heeft berekend wat de gevolgen zouden zijn voor de verschillende regio's indien de transfers eigenlijk wegvallen. Dus wat is dan het primair saldo van elk niveau, waarbij men dus alles splitst? En dan zou Vlaanderen een overschot hebben op de begroting van 3,45%. Dus dat is natuurlijk een gigantisch bedrag, want in Duitsland zijn ze al blij als ze een begrotingsevenwicht hebben. Dus in theorie kan je inderdaad zeggen dat die middelen kunnen gebruikt worden voor allerlei leuke investeringen en dergelijke meer. Brussel zou een licht tekort hebben, maar Wallonië zou van de ene dag op de andere een tekort hebben van BBP van -9%. Wel, dan verwacht ik op dat moment dat de Waalse regering zou dan gigantische belasting moeten beginnen heffen. En dan gaat er een grote stroom zijn van Waalse inwoners die naar Vlaanderen gaan verhuizen, want ze gaan daar veel minder belasting moeten betalen. Vluchtelingen, bijkomende vluchtelingen. Inderdaad. Misschien een nieuw tentenkamp aan het Maximiaanpark dan voor Waalse vluchtelingen. Allee, ik ben niet aan het overdrijven. Maar ik denk dat op dat moment, daar moet men altijd meer rekening mee houden, dat wanneer je in theorie een situatie hebt dat die transfers van de ene dag op de andere wegvallen, dat je ten zuiden van Vlaanderen eigenlijk een regio hebt die bij wijze van spreken nog armer is dan Griekenland of dan bepaalde streken in Bulgarije. En dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Dus dat is een factor, denk ik, die je altijd moet in rekening nemen. En hoe verrekent je dat dan? Wat moet ik daarmee met die laatste opmerkingen? Wat moet ik daarmee? Hoe verreken je dat? Wat bedoel je? Ja, wat moet ik dan in mijn gedrag of mijn opvattingen aanpassen als dat niet... Die transfers zullen en kunnen niet overnight in één keer wegvallen. Die gaan langzaam afnemen. En dat is denk ik ook wat op een aantal vlakken zal gebeuren. Die zullen nooit volledig verdwijnen. Want ik zie ook een evolutie in de discussie rond het transferdebat. Een aantal jaar geleden ging het vooral over de gezondheidszorg. Daar is nog altijd een groot probleem. Maar bij de publieke opinie ziet men nu, er wordt bespaard in de gezondheidszorg. Die groeinorm is naar beneden. Dan denkt men, oké, dat is een goede zaak. Want dat zal er misschien voor zorgen dat er meer verantwoordelijkheid aan de dag wordt gelegd aan de Franstalige kant. Dan is de evolutie nu verschoven naar arbeidsmarkt. Hè, werkgelegenheidsgraad moet naar boven. Nu, deze federale regering heeft een aantal maatregelen genomen die ook Wallonië zullen verplichten, want een deel van het arbeidsmarktbeleid wordt overgeheveld, om een beleid te voeren dat meer responsabiliserend is. Volgens mij, en daar sluit ik mee af, is op termijn het grote probleem van de transferspolitiek de financieringswet. Ook al is dat niet het hoogste bedrag. Dat is volgens mij het grootste probleem. Maar hoor ik jou nu zeggen dat we eigenlijk een stukje op de goede weg zijn met het afbouwen? Een zeer klein stukje op de goede weg. Oké. Remy Vermeijeren, valt dan het heil ineens over ons als we de transfers laten vallen? Wij op dat ogenblik, dat is ook berekend in dat groene boekje, met dank aan Geert opnieuw, wat het primaire saldo is voor rentebelastingen, rentelasten beter gezegd, voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel bij een opdeling van België in die drie gewesten. En afhankelijk dan van welk aandeel Vlaanderen neemt en Wallonië neemt en Brussel neemt in de staatsschuld. Daar zijn ook een aantal berekeningen altijd voor en dat is ook niet zo moeilijk. Zou er inderdaad voor Vlaanderen een aanzienlijk saldo overblijven, positief dan, van iets van een 2,6 tot 3 miljard, nagelang de aannames die men eventueel doet. En dat zou ons natuurlijk een aantal mogelijkheden geven. Dat spreekt vanzelf. Onze eigen schuld verminderen om te beginnen.
als we daar de voorkeur zouden aangeven of moeten aangeven door Europa. En eventueel een van de grootste problemen die we hebben oplost, namelijk gebrek aan mobiliteit. Ik denk dat professor daarnet daar ook op gewezen heeft dat dat absoluut een must is als dusdanig. Anders verstikken wij helemaal. En bovendien de vergrijzing, waarvan de kosten eigenlijk nog niet goed gerealiseerd worden, om die kosten van die vergrijzing op te vangen en daarmee gepaardgaande zorg bijvoorbeeld. Maar dat zal een politieke keuze zijn van dat, bij veronderstelling Nieuwe Vlaanderen, want voor mij bestaat er dus geen verdwijnen van de transfers, herhalen nog maar eens, zonder het verdwijnen van België. Ja. En wat zou het effect zijn op Vlaanderen van een plots verpauperende regio in het zuiden? Wel, die al verpauperd is, maar nog verder zou wegzakken. Ik sluit bij aan bij meneer Mouton. Dat staat ook in dit boekje, dat je een overgangsfase zou moeten inbouwen en dat op zijn minst bijvoorbeeld de transfers in de sociale zekerheid, waar dat je echt van solidariteit, denk ik, werkelijk kunt spreken, met ook de Walen en de Waalse mensen als dusdanig, dat die gedurende een periode van bijvoorbeeld 5 jaar behouden worden en daarna gedurende een periode van 10 jaar met 10% dalen en dergelijke meer. Zo'n overgangsfase is absoluut noodzakelijk. Het zou misschien betekenen dat men in Wallonië belastingen moet verhogen, maar het zou betekenen ook dat, zoals wij in Vlaanderen, het staatsapparaat zouden moeten vereenvoudigen. Hè? Een staatsapparaat dat bijzonder duur en uitgebreid is in Wallonië, nog duurder dan en uitgebreider dan in Vlaanderen. Ook al doen we ook ons best natuurlijk om dat staatsapparaat uit te bouwen, maar voortdurend. Dus eigenlijk zou je een Grieks scenario krijgen, een plotse verpaupering die je afzwakt door een aantal geldstromen een tijdje te behouden. Zou dat enig effect hebben op de economische groei van Wallonië? Dat dreigt eventueel effect te hebben op de economische groei van Wallonië, waar behalve die maatregelen, die overgangsmaatregelen, ik kan niet meer zeggen binnen België, in mijn opinie, maar laat ons aannemen binnen België, zou natuurlijk ook een ingreep vanwege Europa kunnen zijn. Zou er nog andere steunmaatregelen kunnen zijn vanwege Vlaanderen naar Wallonië vanzelfsprekend? Wallonië zal meer rente betalen op zijn staatsschuld, eens dat zij voor die situatie staan. En er zou wat dat betreft ook een tijdelijke garantie voor bepaalde leningen die ze moeten aangaan vanuit Vlaanderen kunnen komen en dergelijke meer. Het zou een gans pakket moeten zijn om dat effect te verminderen. En als Europa veel kan doen voor Griekenland, dan kan ze misschien ook iets doen voor Wallonië. Wie weet. Geert Jennes, wat zegt de economische wetenschap over het laten wegvallen? Dank u. Ja. Dus hypotheek op de Vlaamse noden, die transfers. Mag ik de vraag omdraaien? Zijn de transfers een hypotheek op de Waalse noden? U ziet de werkloosheidskaart van Vlaanderen, van België hier. Hoe donkerder, hoe werklozer. Zou er een verband kunnen zijn tussen transferten Noord-Zuid en deze kaart? Ik bedoel, transferten hebben een geografische impact. Als die tot jouw dorp komen, diep in de Ardennen, dan ga je minder geneigd zijn om in Vlaanderen te komen werken. Dus is Franstalig België niet het voornaamste slachtoffer van de transfers? Dat is een eerste vraag. Eerste punt. Tweede punt, kort. Er wordt veel gesproken over Vlaamse noden in de gezondheidszorg en de pleegzorg en de gehandicaptenzorg. Ik heb daar sympathie voor. Maar behalve Remy is er nog niemand, denk ik, die vandaag gezegd heeft een belastingvermindering voor de gewone Vlaming. Ik heb met Remy berekend dat de belastingdruk in Vlaanderen tussen de 2005 en 2010 op 42,5% stond van het Vlaamse BBP. Dat is een van de hoogste in de wereld. Waarom denken we niet om toch minstens een deel van die koek die zou vrijkomen, terug te geven aan gewone mensen? En het macro-economisch effect op een regio als Wallonië van het wegvallen van transfers, kun je daar iets over zeggen? Wat zegt de wetenschap daarover? Ja, op lange termijn gaat dat heilzaam zijn.
Maar op korte termijn ben ik natuurlijk eens met de rest van het panel dat we dat geleidelijk moeten doen. Mm-hmm. Maar het is aangetoond dat begrotingstransferten in de ruimte de economische groei in de regio van de ontvanger verzwakken. Dat is niet verwonderlijk. En dat is perfect vergelijkbaar met wat we nu in Griekenland aan het doen zijn. Nee? Griekenland gaat mijn petje te boven dat ten eerste zijn leningen met een enorme conditionaliteit. Griekenland zou tekenen voor een Wallonië package. Nee? Het zijn giften zonder conditionaliteit. Ik vind het moeilijk te vergelijken. Ja, Erik Stoflon? Wel, ik wil eens even terugkomen op mevrouw Michielsen. Omdat dat in het debat, dus solidariteit komt altijd naar boven. Hè. Dus als je spreekt over afbouw van transfers, krijg je dat nu terug. Dan krijg je direct het beeld van oei in Germe-Wallonië. En voor een stukje volg ik uiteraard. En ook het actiecomité zegt nergens van we gaan dat van vandaag op morgen volledig op nul zetten en afbouwen. Hè. Want dan krijg je inderdaad gekke situaties die misschien niemand wil. Maar het is niet zo. Allee, we krijgen, en misschien ligt dat ook een stukje aan ons eigen. Sint-internationalisme heb ik hier gehoord. We krijgen van de tegenstanders te horen dat we sociaal bloedbad willen aanrichten, dat we een verborgen agenda hebben, dat we privatisering wensen en dergelijke. Enfin, ik denk dat het belangrijk is, als we over de transfer spreken en als we zeggen dat die te hoog zijn en dat die minder moeten of dat die moeten stoppen, dat we tegelijkertijd de boodschap moeten meegeven van zie, het is geen kwestie dat wij niet solidair willen zijn. Hè, maar er zijn, hè, het is hier al een paar keer gezegd, ook Vlaamse noden. Hè. Het is geen kwestie van dat ineens op nul te zetten. Maar hoe leg je uit aan mensen die op een sociale woning aan het wachten zijn, aan mensen die op een wachtlijst staan in de gehandicaptenzorg, dat ze er mogen blijven op staan, omdat er geen geld is. Hè. Maar er is wel geld, blijkbaar, want we transfereren elk jaar 8, 10, 12, 14, wie zal het zeggen, hè? Maar het zijn heel veel miljarden waar je veel mee kunt doen. Hè? En de discussie stellen van ja, we kunnen dan elk jaar hè, zoveel rusthuizen bouwen en zoveel mensen van de wachtlijsten schrappen, daar kun je over discussiëren of je het ineens op nul moet zetten, maar het kan in de goede richting gaan. Hè? En ik denk dat we moeten zeggen dat we ja, solidair willen zijn met mensen in plaats van met foute structuren. Er zijn zaken die eigenlijk niet verdedigbaar zijn. Als je ziet, ik zit in de gezondheidssector, als je ziet hoeveel dokters vragen in Brussel, specialisten in Brussel, dat kun je niet rechtvaardigen, heeft niks 0,0 te maken met solidariteit. Heel veel mensen moeten een hoge premie betalen, hospitalisatieverzekering, omdat er in Brussel misbruiken zijn. Het heeft 0,0 te maken, ik herhaal het, met Ocharme, een arme waal die aan een bakster hangt, want zo wordt het dan door onze tegenstanders voorgesteld, alsof wij onmensen zijn. Dat is wraakroepend en dat besmeurt het debat. Hè. Maar ik denk, hè, en ik herhaal, dat het belangrijk is dat we vanuit de Vlaamse beweging wel moeten aangeven van zie, wij hameren op de afbouw van de transfers, maar ook met de boodschap van zie, niet misschien voor een stukje, ik volg daar wel in, naar belastingvermindering, maar ook met de uitdrukkelijke bedoeling om solidair te blijven zijn met de mensen die het ook nodig hebben langs onze kant. Als het dan... Als het dan zo is dat we die transfers geleidelijk willen afbouwen, dan hebben we in die tussenfase criteria over die transfers. Ze moeten transparant zijn, ze moeten proportioneel zijn, met relevant zijn, ze moeten aansluiten op de noden, ze moeten een tijdsdimensie ingebouwd hebben, enzovoorts. Wat vind jij daarover? Wel, wij hebben vanuit het actiecomité daar een duidelijke visie over. Dus wij zeggen inderdaad van wij willen nog een tijdje die transfers laten bestaan. Die moeten transparant zijn, die moeten resultaatsgebonden zijn, bilateraal, degressief in de tijd, zoals hier ook al aangegeven is. En niet onbelangrijk, mits politieke loyaliteit. Alleen als je elk jaar die transfers richting zuiden ziet passeren, ja, dat is moeilijk. Verkoopbaar of die, moet ik dat zeggen, de draagvlak dat nodig heeft om dat te blijven doen, dat is moeilijk houdbaar als er geen politieke loyaliteit tegenover staat.
En over bilateraal in een andere richting of zo. Ik heb daar een leuke anekdote vanuit de sector. U weet dat ik actief ben in het Vlaamse Neutraal Ziekenfonds. Binnen onze landsbond bijvoorbeeld. Dus dat geldt voor alle landsbonden. Er zijn voordelen die de ziekenfondsen aan hun leden aanbieden en die nationaal geregeld zijn. Dus je hebt voordelen die je als ziekenfonds individueel op de kaart zet, maar je hebt voordelen die nationaal geregeld zijn. Wel, binnen een neutrale landsbond was het zo dat er een aantal voordelen die nationaal geregeld waren, een omgekeerde transfer, bij manier van spreken, binnen de ziekenfondssector teweegbrachten. Bijvoorbeeld rond sportclubs. Het gevolg was dat de Waalse bestuurders van vandaag op morgen gevraagd hebben, geëist hebben, dat die nationale voordelen dat die gesplitst werden. Dus binnen een neutrale landsbond bestaan er geen nationale voordelen meer, omdat je in de praktijk zag dat er een transfer was van Wallonië naar Vlaanderen. En dan is het rap gedaan, dat is al door een aantal mensen zo gezegd, moest het in de andere richting gaan en dat wordt bewezen in de praktijk, dan is het gedaan. Wij hebben dat natuurlijk niet tegengehouden. Wij kunnen moeilijk heel de tijd zeggen dat we voor een splitsing zijn, voor een eigen visie, voor een eigen beleid. En als het dan gevraagd wordt om iets over te hevelen, dan gaan zeggen, nee, we doen het niet. Ik heb dat er straks al gezegd. Als ooit, maar het is pure hypothese, als ooit de transfers in de andere richting zouden gaan, dan nog hè, zijn wij vragende partij voor een overheveling. Remy Vermeijeren, als er transfers blijven bestaan een tijdje, aan welke criteria moet die dan beantwoorden? Transparant zijn, afgebouwd worden in de tijd, proportioneel, relevant zijn, fiscale verantwoordelijkheid, financiële verantwoordelijkheid, dat waren de slogans bij de staatshervorming een tijdje terug. Was dat goed? Ik sluit mij aan bij al die criteria. Dat is de evidentie zelf als dusdanig. Als men die solidariteit behoudt, en ik vind absoluut dat men die solidariteit moet behouden. Maar zoals hier al gesuggereerd is, het is een beetje misschien ook wel bij het haar getrokken, waarom geen solidariteit met El Salvador of wat dan ook. Ik denk dat men dat ruimer moet zien en dat er helemaal geen obstakel is om eens dat de transfers zouden afgeschaft zijn in casu des gevallen, dus bij een confederalisme hebben of een onafhankelijk Vlaanderen hebben, dat er dan vanzelfsprekend nog solidariteit met Wallonië zou bestaan. Maar ik denk dat men, als men Europa echt wil vormen en als men de eurozone wil in stand houden en wat stabiliseren, dat er een solidariteit van die aard, die we hier eigenlijk bespreken, met de criteria van dien op Europees vlak of op het vlak van de eurozone zou moeten georganiseerd worden. En als we spreken van een afbouw van de solidariteit tussen Vlaanderen en Wallonië over een periode van 5 en dan nog eens 10 jaar, dan zal tegen dan misschien er een Europese solidariteit bestaan. En niet alleen vanuit Vlaanderen dan met Wallonië, maar ook met ik zeg maar Roemenië of met Griekenland op een andere manier dan op dit ogenblik. Dat lijkt mij de volgende stap te zijn. Er is geen enkel obstakel of geen enkele reden waarom er geen solidariteit zou kunnen zijn tussen nationale staten. Zeker niet wanneer die deel uitmaken van de Europese Unie en nog meer eigenlijk van de Monetaire Unie, de eurozone. Met de Franstaligen Alain Mouton was geen akkoord te bereiken over het afbouwen van de transfers, maar wel over de invoering van fiscale verantwoordelijkheid, financiële verantwoordelijkheid van de deelstaten en zo. Dat is het goede spoor, dat moeten we verder bewandelen. Die fiscale autonomie is zeer laag. Hè? Dus je kreeg dus van 19% naar 32%. Dus de fiscale autonomie van de lokale overheden is nog altijd groter. En daar zie ik ook een enorm gebrek aan transparantie. We noemen dat het grensfederalisme. Wat is dat? Dus een aantal maanden geleden, Herman Matthijs heeft er in zijn uiteenzetting op gewezen, met zelfs de staatshervorming bleek dan plots dat veel minder middelen van de federale overheid naar de deelstaten gingen door allerlei nieuwe berekeningen, wat er daarna weer bijgestuurd is. Nu, tijdens een overlegcomité tussen de federale regering en de deelstaatregeringen begin april, ik denk dat het 1 april was, is Charles Michel daartoe gekomen met een grote grijnslag op zijn gezicht op een vergadering met Paul Magnet, omdat Paul Magnet tot de vaststelling kwam dat door die herberekeningen Wallonië plots met een veel grotere put geconfronteerd werd. En dat Magnet dan zei tegen Michel, al die grens van uw gezicht. Nu, dat is nog maar het begin. Een aantal maanden later bleek dan dat dat een ander bedrag is. Die volatiliteit zal enkel nog toenemen.
En ik denk dat dat het grote fundamentele probleem is van het gebrek aan fiscale autonomie of een transparant fiscaal systeem, waarbij het bijvoorbeeld veel beter zou zijn dat de deelstaten zelf het gros van de belastingen innen. En het gaat nu nog verergeren. Ik heb hier een artikel bij het Lekko van gisteren. De titel is Le tax shift, parfait alibi wallon pour postposer le retour à l'équilibre. Waarover gaat het? Dus de federale regering heeft een aantal maatregelen genomen, of gaat er nog een aantal nemen. Onder andere dus om de koopkracht te versterken, gaan ze die schaal, 30% belastingsschaal, gaan ze die weghalen. Nu, door het feit dat de deelstaten op centimen of afcentimen heffen op dus de federale belastingen, gaan ze dus eigenlijk beginnen heffen op een lager bedrag, waardoor dat ze dus geld mislopen. De Vlaamse regering is daar bezorgd over. En de Waalse regering zegt nu al, ja, we gaan daardoor minder geld hebben. Dus het begrotingsevenwicht van 2018, dat gaat er toch niet komen. Daar zit enorm veel conflictstof in. En ik denk dat dit dus echt niet meer houdbaar is. Mm-hmm. Maar moeten we doorgaan op dat spoor? Want uiteindelijk hebben ze dat toch aanvaard, hè? Die fiscale en die financiële verantwoordelijkheid. De Franstaligen. Jammer. Of moet je gaan op het spoor zoals het hier wordt bewandeld? We hebben transfers, maar ze moeten redelijk zijn, ze moeten enzovoorts. Moet je op dat spoor doorgaan? Rond de fiscale autonomie, denk ik, maar dat is natuurlijk de vraag in welke mate het politiek realistisch is, moet je gewoon van een wit blad vertrekken. En dat is nu het probleem geweest met altijd die nieuwe staatshervormingen. Het is enkel ingewikkelder geworden, ook om politieke redenen, omdat elke staatshervorming eigenlijk een bail-out was. De eerste staatshervormingen waren een reddingsoperatie voor de Franse gemeenschap. En de laatste staatshervorming was eigenlijk een reddingsoperatie van Brussel en van de federale overheid die betaald werd door Vlaanderen. Mm-hmm. En waarschijnlijk zal de zevende staatshervorming opnieuw een bail-out zijn. Maar dat kan dus niet de bedoeling zijn. Ja. Geert Jennis, transparantie in transfers, kun je dat brengen? Kun je daar transparant in worden? Kun je daar logica's in steken? Kun je daar afbouw in steken? Kan dat? Ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat geen enkele staat die ik ken transfers berekent. Dus kan iemand mij zeggen waar in welk land de transfers die in elk land plaatsvinden, waar zijn die transparant? Ik dacht dat die in Duitsland vrij transparant waren. Nee, de financieringswet in Duitsland is volgens mij transparant. En ook de transfers die daar het gevolg van zijn. Maar dat is net zoals in België, het topje van de ijsberg. Ook in Duitsland, de grootste transfers, geografisch, heb je in de sociale zekerheid. Dat hoeft niet te verbazen. Maar als ze nergens gemeten worden, dan hebben wij toch geen grond om te zeggen dat ze bij ons het grootst zijn ter wereld. Ik heb redenen om aan te nemen, dat is de vorige slide, dat ze bij ons heel groot zijn, omdat je heel weinig landen in de wereld hebt met 1, een heel grote staatsschuld, 2, een heel grote geografische welvaartverschillen en 3, een goede grote sociale zekerheid. Mm-hmm. Italië is een ander voorbeeld, maar er zijn er niet zoveel te noemen. Dus ik vind het opmerkelijk dat in Vlaanderen zo vaak die vraag wordt gesteld naar transparantie. Terwijl in geen enkel land dat ik ken de overheid die cijfers levert. Dat betekent volgens mij dat er een probleem is in België. Als die vraag keer op keer wordt gesteld. Een probleem dat ik zie is bevoegdheidsverdeling. De common pool, zoals dat heet in de literatuur. De sociale zekerheid is centraal in België, zoals in vele landen. Maar onderwijs is decentraal. Dat levert, zoals economen zeggen, misschien een incentive om je onderwijs niet al te goed te doen. Die grote common pool van de sociale zekerheid, die bijvoorbeeld in Canada als ander federaal land minder centraal is. In Canada zijn belangrijke delen van de sociale zekerheid van de provincies. Maar als die centraal blijft, dan geef je toch een reden aan je belangrijke gewestoverheden van hun bevoegdheden niet zo heel ernstig te nemen. Of maak ik, heb ik nu een heel slecht karakter? Remy Vermeijeren, heeft hij een slecht karakter? Mijn ervaring, Geert, is dat je goed karakter hebt, maar dat je nu eigenlijk een klein beetje misschien uit de bocht toch gaat.
Wij zijn, zoals Geert terecht gezegd heeft, wij zijn een speciaal land. Wij zijn niet te vergelijken met andere landen. Dus men doet het in het buitenland niet, dus wij moeten het ook niet doen, is denk ik een verkeerde redenering. Dat weerhoudt ons niet of moet ons niet weerhouden van die berekening te maken. Alles hangt er ook vanaf wat men natuurlijk bedoelt met transparantie als dusdanig. En daar is het ook wel zo dat, zoals met de berekeningen, hè, hoe zegt men het in het Frans? Le parfait et l'ennemi du bien. Men moet daar niet tot het uiterste kunnen gaan en tot de laatste euro die transparantie desgevallen te berekenen. In Duitsland is men daar destijds wel mee begonnen tussen West- en Oost-Duitsland. Men heeft dat opgegeven omdat het te ingewikkeld was, zelfs voor de Duitsers. Maar Duitsland is wel wat transparanter, omdat op de belastingaanslag van de overheid daar bepaalde vermeldingen staan. Zowel de Kirchensteuer als eventuele betalingen die gebeuren door elke particulier ten voordele van, in dit geval bijvoorbeeld, destijds toch Oost-Duitsland. Maar ik denk dat men voldoende transparantie kan steken in de transfers die echt voor mij de enige... Ja, bediscussieerbare en verantwoorde transfers zijn namelijk die in de sociale zekerheid. En als dat bedrag goed gekend is en als men daar niet de discussie over heeft en de criteria eigenlijk ook van sociale zekerheid en wanneer men vergoeding krijgt en niet, als die duidelijk zijn en ook enige controle heeft op de toepassing natuurlijk van die sociale zekerheid. Want wij zitten meer en meer vanzelfsprekend met de transfers op een moeilijk punt, namelijk wij doen transfers. Die zijn al niet zo transparant enzovoort, blijkbaar. Maar wij doen die transfers eigenlijk dan naar een andere regio waar men minder en minder vat op heeft. Omdat die andere regio steeds meer en meer, zoals wij ook willen, meer bevoegdheden heeft. Dus dat is eigenlijk een abnormale evolutie, laat ons zeggen. En in de plaats van meer transparantie, als die transparantie ook betekent, hoe gebruiken die transfers, gaan we naar minder transparantie, omdat op het gebruik van die transfers we eigenlijk minder effect hebben, minder invloed hebben. Ik blijf nog even bij u voor de laatste vraag. Die schuld, wat moeten we daar nou mee doen? Moeten we die in stukjes knippen? Hoe gaan we die verdelen? Hoe gaan we die scheiden? Oh, dat is eigenlijk heel gemakkelijk, althans technisch. Ah ja, natuurlijk. Er zijn heel wat criteria daarvoor. Hè. De omvang van uw bruto regionaal product, het aantal inwoners, is vrij eenvoudig. De draagkracht, en die draagkracht is dan bijvoorbeeld de bijdrage van elke regio tot de federale inkomsten. Hoe meer belastingen je betaalt, hoe meer draagkracht je hebt. Verondersteld dat die belastingen goed geïnd worden en dergelijke meer. En eventueel als laatste criterium, wie heeft de schuld veroorzaakt? En je kunt eigenlijk die criteria, één criterium nemen of die vermengen en bepaalde verhoudingen tussen die diverse criteria toepassen. En ik denk dat ook Serpe of professor Deschamps van de Universiteit van Namen in tempere non suspecto gezegd heeft toen men sprak, denk ik, of nog altijd spreekt, van Wallonië-Brussel of zoiets, de federatie Wallonië-Brussel, dat indien die verzelfstandigd zou worden, dat dan Wallonië en Brussel samen 45% van de staatsschuld zouden moeten overnemen. En dat is aanvaardbaar? Ja, dat lijkt mij aanvaardbaar. Dat wordt ook in dit boek eigenlijk gehanteerd uiteindelijk, maar los van elkaar. En dan kan men dat eigenlijk technisch heel goed oplossen als die staatsschuld dan in een apart vehikel wordt ondergebracht, zoals men destijds met de koloniale schuld heeft gedaan. Ah, ik dacht eerder aan Dexia. Nee. Dat is nog een andere manier om de schuld samen te brengen. Maar en iedereen, ieder deelstaat op dat ogenblik of een zelfstandige staat draagt bij tot de rentebetaling van dat vehikel en tot de terugbetaling door dat vehikel van zijn staatsschuld. En daarvoor geeft elke deelstaat dan uiteindelijk een nieuwe schuld uit, en zodat uiteindelijk de Belgische schuld die in dat vehikel zit geleidelijk aan vervangen wordt door de eigen schuld van elke aparte deelstaat. Ja. Kersverse dokter Jennis, hoe splitsen we dat? Ik sluit mij aan bij Remy. We hebben daar ook over samengewerkt, niet zo lang geleden. Ik wil gewoon zeggen dat, volgens mij, dat is communicerende vaten. Hè? Hoe meer je uit Vlaanderen de transfers laat doorlopen en minder plots afbouwt, hoe groter het stuk van de schuld is dat Wallonië kan overnemen en omgekeerd. Ja. Als je de transfer sneller afbouwt, zal het realistisch zijn dat Vlaanderen een groter stuk van de schuld neemt. Mm-hmm. Erik Stoffelen?
Ik ben geen expert ter zake, dus ik sluit mij graag aan bij de twee vorige sprekers. Alleen is het zo, ja, totdat we onafhankelijk zijn en totdat de schuld moet gesplitst worden, ja, zitten we jaarlijks met een zak van 12 miljard euro die aan de overkant gegeven wordt. En ik blijf erbij dat het logisch is. Enfin, wat je onder transparantie verstaat, daar kun je over discussiëren, maar dat je er vragen bij stelt. En dat het essentieel is, en dat gaat dan niet over het financiële, dat als je als gemeenschap een visie hebt en dat je zegt, wij willen dat soort geneeskunde, wij willen dat soort organisatie van onze sociale zekerheid, dat je dan zelf de factuur betaalt. Dat is de logica zelf. En dat in die richting evolueert. En totdat de splitsing een feit is, gaan wij niet zwijgen over de transfers. En moet er aan gewerkt worden, jaar in jaar uit, om die af te bouwen. Alleen moet toon, bij een scheiding is dat altijd het moeilijke punt. Wie gaat wat betalen? Wie gaat de schuld betalen? Jouw mening? Wel, het grote probleem, denk ik, zal het criterium zijn. Je kunt een soort van schuldagentschap oprichten die dan de historische schuld zal afbouwen. En dan kunnen de onafhankelijke deelstaten onmiddellijk weer beginnen met eigen schulden te maken. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het criterium? Dat is heel moeilijk. Sommigen zeggen, ja, meneer Vermeijeren verwees ernaar. Er is zelfs ooit, de Franstalige professor Dreijs heeft zelfs ooit gezegd dat Vlaanderen een soort van eeuwigdurende alimentatie zou moeten betalen om die schuld te kunnen af te betalen als compensatie voor het feit dat het onafhankelijk is. Nu, ik heb het gevoel dat als het ooit zover komt en als daar discussie over ontstaat, dat daarover zal beslist worden, niet hier en niet in het federale parlement, maar ietsje verder in de Europese wijk, waar de Europese ministers van Financiën zullen samenkomen en zich zullen buigen over de Belgische staatsschuld en hoe die te splitsen op het moment dat de obligatiemarkten nerveus gaan worden. Dat denk ik dat er zal gebeuren. Dames en heren, als we de transfers terug op de politieke agenda willen bovenaan, moeten we goed weten wat we daarmee bedoelen. Ze hebben stukken van de puzzel verduidelijkt in aanzienlijke mate en we danken hen daarvoor. Dankjewel, Guy Tegenbos, dankjewel. Zal ik nu een beetje Piet Huizentruid spelen, dames en heren? Wat hebben we geleerd vandaag? Of vanmorgen? Ja, kijk, nogal wat, denk ik. Welke verrassende inzichten zijn toch wel aangeraakt? Hoe meer transfers, hoe minder schuld voor Vlaanderen. Ik vond dat een straffe, daarnet. Ik weet niet of je hem gehoord hebt. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We hebben geleerd van professor Michielsens dat we moeten leren vragen stellen. Hoe lang en waarom? Het is een trucje om ons die solidariteit in onze maag te blijven splitsen. Dus daar moeten we van af. Ik heb van professor Matthijs geleerd dat het na de zesde staatshervorming nog ingewikkelder was. Ik had al zo'n vermoeden, wij hadden al zo'n vermoeden, maar hij heeft dat ook bewezen hier. En dat transparante, tja, tja, tja. Wat ook wel fijn was, vond ik, is dat hij zei dat investeringen in het openbaar domein niet vlot lopen in Vlaanderen. Dat hebben we allemaal al kunnen ondervinden. En die zijn dringend nodig, zegt hij. En het is bijzonder lang geleden, vond ik opvallend. En nu over het laatste stuk, het paneelgesprek. Wel, als het later anders zou worden, blijft Erik Stoffelen bij zijn standpunt om over transfers te willen blijven praten, ook als het ons slecht zou uitkomen. We blijven solidair, ondanks het feit dat we die solidariteit niet moeten laten gebruiken om ons in de verdomhoek te zetten. De staatsschuld, ja, we zijn ermee geboren. De schuld terugbetalen, we kijken er naar uit tegen 2020. Het zal zo lang duren tot we, als we geen schuld meer hebben, dan kunnen we terugbetalen. Ik heb onthouden dat we zonder onafhankelijk te zijn in Vlaanderen nooit zullen afleren om onderdanig te zijn. Dat de transfers niet onze enige bekommernis mogen zijn. Dat de cijfers leren dat Wallonië de grootste schuldenaar is. Dat Griekenland zou tekenen om Wallonië te willen zijn. Daar zit iets in. En ik heb ook onthouden dat transparantie niet meteen het grootste probleem is, maar dat we vooral zullen moeten beginnen met een wit blad. En dan nu de politieke besluiten. En die moeten getrokken worden door de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Jawel, graag Bart de Valk.
Vlaamse vrienden, ik beloof dat ik het kort ga houden, want ik zal graag met jullie het stof van die transfers graag doorspoelen straks tijdens de receptie, u aangeboden door de Vlaamse Volksbeweging en door het AKVZ. Maar als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging ben ik het aan Vlaanderen en aan mezelf verplicht om toch enkele conclusies te formuleren. Conclusies die we mede te danken hebben aan het jarenlange studiewerk van het AKVSZ. Mijn oprechte dank voor uw medewerking en steun. Eerste conclusie. Dat België onder meer op het vlak van sociaal-economische visie en vooral in zaken politieke invulling van de begrippen solidariteit en transfers een tweestromenland is. Is nog maar eens afdoende gebleken uit zowat alles wat hier vandaag aan de orde was. De berekenbaarheid, of beter gezegd de onberekenbaarheid van de transfers, is zonder de minste twijfel een duidelijke barometer voor het democratisch deficit van het Belgisch bestel. We beschikken over voldoende cijfers en we weten dat deze cijfers de werkelijkheid vrij goed benaderen. En die zijn op zijn zachtst uitgedrukt nog altijd ontstellend. Maar er is meer. Voor de Vlaamse Volksbeweging gaat het niet louter om de centen. Het gaat vooral om het principe. Het debat over het voorbestaan van de transfers overstijgt het louter sociaal-economische. Het is dan ook en vooral een zaak van politieke moraliteit. Vandaar dat politici die de transfers bagatelliseren of afdoen als een marketinginstrument en bijgevolg bewust nalaten om het probleem van die transfers grondig aan te pakken, zich terdege moeten realiseren dat er ook in de politieke sfeer nog zoiets bestaat als schuldig verzuim. En bovendien weten we dat daar zware politieke straffen op staan. Straffen die normaliter op een verkiezingsdag worden uitgesproken. 2. Ook Vlaanderen is een tweestromenland. Er zijn enerzijds die Vlamingen die politiek apathisch zijn, dus hardwerkend, allicht ook rechtsstemmend, maar die de tijd niet hebben om in het verzet te gaan tegen transfers, want ze hebben het te druk. Anderzijds, ter linkerzijde, de Vlamingen die het doorgaans iets minder druk hebben of willen hebben en die, naar eigen zeggen, vooral bezig zijn met die zogenaamde warme samenleving. En die het gemor over transfers dan ook egoïstisch en asociaal vinden. Een deel van de Vlaamse samenleving is dus eerder begaan met de welvaart en een ander deel van die Vlaamse samenleving is kennelijk actief met welzijn. Het is vandaag reeds aangehaald, conferator hart tegen hart. Diegenen die pleiten voor welvaart worden gemakshalve in het harde kamp gedropt. En diegenen die pleiten voor welzijn, zeg maar voor een solidaire en warme samenleving, die worden met veel consideratie toebedeeld aan het zachte kamp. Ook Vlaanderen heeft dus te kampen met bipolariteit, net zoals België. 3. Aan die drukke rechtse Vlamingen, en hier zijn er wel wat, zou ik willen zeggen, welvaart is wel iets om voor op straat te komen. En aan die goed bedoelde Vlamingen ter linkerzijde zou ik willen zeggen, welzijn heeft veel, zo niet alles te maken met culturele voorkeuren die vorm en inhoud krijgen in de schoot van een historische gemeenschap. En mede daarom is niet de politiek correcte, maar correct politieke communicatie en informatie omtrent de transfers dan ook een absolute noodzaak. Er zijn trouwens vandaag nog altijd vragen genoeg die om een politiek antwoord schreeuwen. Wie is verantwoordelijk voor de dalende welvaart en welzijn in Vlaanderen? Hoe komt het dat de beste leerling van de klas, die al bijdraagt
voor de andere leerlingen telkens opnieuw ook nog eens bijkomend gestraft wordt. Waar gaat het geld dat onze Vlaamse welvaart afroomt zoal naartoe? En hoe komt het dat we blijkbaar niet meer in staat zijn om onze eigen noden nog naar behoren in te vullen? 4. We moeten helaas vaststellen dat in tegenstelling tot de situatie in Catalonië of Schotland bijvoorbeeld, de Belgische unitaire vakbonden schromelijk tekortschieten in het overbruggen van de kloof tussen dat zogenaamde harde deel en zachte deel van Vlaanderen. Het is duidelijk dat voor hen het Belgisch belang primeert. Zij weigeren in te zien dat Vlaanderen ook zonder België nog steeds kan en zal solidair zijn met Wallonië, maar dan wel fundamenteel anders. Beter en vooral transparanter. Die vakbonden, zij houden de tweedeling tussen het harde en het zachte Vlaanderen bewust en kunstmatig in de hand. Omdat ze er voor eigen voorbestaan alle belang bij hebben dat het corrupte en ondemocratische Belgische bestel ook ongewijzigd blijft bestaan. In Schotland en Catalonië daarentegen hebben de vakbonden de tijdsgeest wel begrepen. En zijn ze er samen met de werkgeversorganisaties en met de ziekenfondsen in geslaagd om de verdelende kloof tussen welvaart en welzijn te dichten. In dat opzicht is nationalisme wel internationaal. Naties waar zowel het streven naar welvaart als het streven naar welzijn hand in hand gaan en waar de aloude barrière tussen werk en kapitaal met succes werd gesloopt, kunnen ons hierbij inspireren. Helaas, onze vakbonden blijven zich onverzettelijk en conservatief opstellen en blijven niet alleen met verbaal geweld hun perfide rol als stoorzender in Vlaanderen uitspelen. Zij weigeren pertinent om de aangewezen brugfunctie tussen welvaart en welzijn te vervullen. Sterker nog, in de praktijk worden de mogelijke raakpunten die Vlaanderen op het spoor kunnen krijgen, ongedaan gemaakt door de nefaste verzuiling van het middenveld. De christelijke, sociaal-democratische en liberale zuilen zijn niet teloor gegaan. Ze zijn hoogstens wat scheefgezakt tegen elkaar en houden elkaar zo in balans. Vandaar ook dat de enige Franstalige partij in de federale regering, de MR, op beide oren kan slapen. Want zolang Vlaanderen zich uit hun treuren blijft verdelen, zal België blijven bestaan. 5. Wat de vakbonden niet doen, moet de Vlaamse volksbeweging dan maar doen. De Vlaamse volksbeweging moet als het ware het overkoepelend syndicaat bij uitstek worden van het algemeen Vlaams belang en zich in dat opzicht ook solidair tonen met alle volkeren die zich waar ook ter wereld als natie manifesteren. Dalende koopkracht, schuldbemiddeling zijn indicatoren van verarming. Op dit moment, Vlaamse vrienden, tracht de Vlaamse regering krampachtig onze levensstandaard aan te houden. Maar de dag dat deze luchtbel in ons gezicht ontploft, is niet ver meer af. Vlaanderen staat voor een periode van sociale stilstand en zelfs van achteruitgang. En dit colloquium moet de aanzet zijn tot een concrete strategie om dit alsnog nog te verhelpen. Als een goede huisvader moet Vlaanderen met de vuist op de Belgische tafel durven slaan. De Vlaamse volksbeweging eist dan ook dat de Vlaming omstandig en correct wordt ingelicht omtrent de werkelijke situatie waar hij zich bevindt. Vlaanderen verarmt door de allicht bewust gehouden non-transparante en bijgevolg ook oncontroleerbare transfers. Punt.
En vooral wie er nog mocht aan twijfelen, herhaal ik hier nog even een paar treffende uitspraken. Vlaams professor en inmiddels al een tijdje barones Béa Cantillon, maak de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in de sociale zekerheid niet te doorzichtig. Want als de mensen weten waar al hun geld naartoe vloeit, zullen ze niet meer willen betalen. Humo, 13 augustus 1996. Dit citaat, Vlaamse vrienden, is al bijna 20 jaar oud. Maar blijkt voor de stilstand van het huidige politieke transferdebat haast profetisch. In feite is dit een arrogante, zelfs ronduit kolonialistische uitspraak van een Vlaamse academica. Vlamingen zijn te dom om de transfers te doorzien, tenzij je het hen met handen en voeten uitlegt. Vlamingen zijn egoïstisch, want ze zijn liever niet solidair. En ze zijn voor niet veel meer goed dan om zich dood te werken voor het profijt van anderen. Welnu, Vlamingen verrichten studie na studie over transfers. Inzicht is er genoeg. Zie ook dit colloquium in het Vlaams parlement. We zijn bovendien wel een solidaire natie. Voorbeelden genoeg, ik ga die hier niet herhalen. En het probleem, zoals geschetst is, is minder dat de Vlamingen zich doodwerken door vroeten en hard labeur, maar dat harde en zachte Vlamingen zich in de haren blijven zitten. Onrechtstreeks vat Cantillon haarfijn de reden samen waarom België kunstmatig moet in leven gehouden worden en met tientallen Vlaamse baksters aan hun infuus ligt om jaarlijks de tot nu toe opgelopen 12 miljard euro aan transfers te blijven garanderen. Professor Hannes wist de problematiek treffend samen te vatten. Ik citeer. De dag dat Wallonië 1 frank aan transfers aan Vlaanderen moet betalen, zal België ophouden te bestaan. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Voor de Vlaamse volksbeweging, en voor mij in elk geval, reden genoeg om op de afschaffing van die onzalige transfers te blijven hameren. Solidariteit, die is vandaag meermaals aangehaald, is een kwestie van soevereiniteit. Vlaanderen moet soeverein worden om solidariteit zelf in te vullen naar eigen sociaal-economische behoeften en noodzaak. Daarom nodig ik u meteen uit op de ISSEC-conferentie op woensdag 9 december in het Europees Parlement. Het is inderdaad een initiatief van verschillende naties, Europese naties voor zelfbeschikkingsrecht. Herinner u nog de betoging van 30 maart vorig jaar door de straten van Brussel? Een strategie naar het einde van de ongecontroleerde geldstromen kan niet zonder een strategie naar soevereiniteit voor Europese naties die van oudsher economische sterkteregio's zijn of historische cultuurdragers van Europa. Ik had het al over Schotland en Catalonië, waar de roep naar onafhankelijkheid sterker klinkt dan ooit. Met onze partners verzamelen wij begin december in het Europees Parlement om de violen te stemmen. Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen zo snel mogelijk volkomen, volledig en volwaardig een soevereine en onafhankelijke staat in het Europa der volken moet worden. Ik dank u. Ja. We zijn nu ver gekomen aan het einde van deze interessante voormiddag. Maar mag ik al de sprekers uitnodigen vooraan voor een groepsfoto en voor een kleine attentie voor jullie inzet en aanwezigheid. Dus jullie mogen even vooraan komen. Daar ben jij ook bij. Iedereen is normaal.
Mogen wij nu vragen aan allen om recht te staan voor het zingen van ons volkslied, de Vlaamse Leeuw. Dank u. Wie zit erin? Ik moet nog een keer. Ja. Ze zullen de vrije Vlaamse Leeuw al bij het ijzer rijden, het kruis te zijn. Ze zullen hem niet hebben, zolang een Vlaming leeft, zolang de leeuw kan klauwen.